Dankjewel. Mensen die vaker naar het wetenschapscafé komen, naar het Science Café, kennen hem, Simon Keats. Hij komt voor de pauze nog even terug met twee nummers. Mijn naam is Bart Dekkers, ik heet u van harte welkom deze avond in deze prachtige zaal van het Factorium. Je schijnt het meteen te merken als je met het koken of je dement aan het worden bent. Zegt onze spreker van vanavond, Philip Scheltes. Je kunt je afvragen of, zegt de discussiant, of wij Alzheimer überhaupt, want daar gaat het over, kunnen behandelen, schuine streep, genezen. Correct me if I'm wrong. Daar kun je je afvragen. Dus wij hebben twee sprekers vanavond. Eerst Philip Scheltes en na de pauze discussiant Willy Gareveld. Hij is psychiater bij Breeburg GGZ. En Philip Scheltes is oprichter van het Alzheimer Centrum van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is ook een lopende PR-machine van het Alzheimer Centrum. En hij werkt zich een slag in de ronde. Hij is ook kookgek, maar daar kom ik straks nog op terug. Voor wij aan deze avond beginnen, is er Viva. Ga je gang. Over dementie uiteraard. Ik heb het toepasselijk genoemd vergetelheid. Daar gaan we mee beginnen. Ondertussen even mijn vriendin nog even sms'en dat ik de pannen nog op het vuur heb laten staan. Maar we gaan eraan beginnen. Ik weet niet of ik heb gedroomd. Is alles nu echt of ben ik in mijn droom? Alles is vergeten en de verwarring is de clue. Waar ik vroeger was, ik weet het niet zo goed. Wie ik werkelijk was, ik ben het allemaal kwijt. Ergens in een hoekje, daar ligt de werkelijkheid. Diep verscholen onderhuid, te midden van alle vergetelheid. Daar ligt het verborgen en niemand die er naar reikt. Dat is nu eenmaal vergetelheid. Ik draag het met me mee, ik weet er alles van, maar ik kan het niet vertellen, want alles is verward. Ook mijn tranen gaan niet meer. Ze dwarrelen doelloos rond in de grote eenzaamheid. Tezamen vloeien ze weg door de rimpels van het leed. En hoewel ik nog iets weet, is dat alles wat ik vergeet? Nee, er komt niets terug. Nee, ik ben het kwijt. Alles is verborgen in de duistere vergetelheid. O, vergetelheid. Ik wil zo graag alles delen zoals wij ooit veel deden. Maar toen was je weg. Ik zag je nog wel staan, maar ik was al lang gegaan. Naar de plek van nu en morgen, daar deel jij nog enkel mijn zorgen. Maar ik zie het licht nog duister, het ligt daar op een hoop. Alles is versmolten, verwrongen tot oudschroot.
Oh, mijn lieve kind, ik zou je graag nog één keer zien zoals jij mij ooit zag. Maar het heeft zo moeten zijn dat jij me nu zo ziet. Dat jij me nu zo hoort en dat jij me moet verdragen. Alles was dichtbij, enkel de lucht tussen de ziel van die van jou en die van mij. Alles is vertroebeld en het gordijn tussen ons in wordt steeds meer dichtgetrokken. Nee, de voorstelling is voorbij. Enkel gestommel in de coulissen verraadt hetgeen er is geweest. Wel duizend mensen zijn gekomen, maar zijn nu reeds gegaan. Er klonk een schamel dof applaus en toen... Toen werd het helemaal stil. Er was niets meer te zien, buiten wat stukken van het decor en een dichtgetrokken doek. Vergetelheid, alles in. Vergetelheid, alles Dankjewel. Lodewijk Wiewa. Er worden hier wat spullen weggehaald ondertussen. Meneer Scheltes, mag ik u uitnodigen? Philip Scheltes is hoogleraar neurologie in Amsterdam. En is ook, zoals ik net al zei, kookgek. Waarom? Ik vind koken leuk. Ik doe het veel. En ik zit al 28 jaar in een kookclub met 10 andere mannen. En jullie volgen een sterrenkok, hè? Ja, dus wij koken in een inmiddels 2-sterrenrestaurant. En we hebben eigenlijk van begin af aan altijd de kok gevolgd die ons op dat moment les gaf. En als die naar een ander restaurant ging, gingen wij mee, tenzij het te ver weg was. En wie is dat? De laatste 8 jaar zijn we al bij Stefan van Sprang. Een Tilburger, kan ik u zeggen. Aha. Een originele Tilburger, toevallig. En die kookt in Amstelveen, 2 sterren. Oké. Nou heeft u vanavond door de file op de A2 het diner hier bij Meesters gemist. Ja. En u moest het doen met een Brabantse lekkernij. Ja, het Brabantse worstenbroodje heb ik gehad. 2. En ik kan u zeggen dat ze heel goed waren. Ja. Goed zo. U zei in een interview vorig jaar... voor mijn pensionering is er een medicijn tegen Alzheimer. Hoopt u? Of heb ik het, is het de journalist iets te sterk weer? Nou, iets te sterk. Ik heb gezegd dat ik het zelf de strijd niet opgeef. En dat ik heel erg hoop dat we in ieder geval voor mijn pensionering... wat nog ongeveer 7,5 jaar zal duren... de eerste signalen op weg naar een medicijn hebben. Oh, dat klinkt al veel voorzichtiger. Ja, zeker, zeker. Maar ik zal het in het verhaal zal ik u illustreren. Ik denk ook dat we binnen 3-4 jaar die eerste signalen hebben. En als het dan mislukt, ja, dan moet ik ernstig op mijn hoofd gaan krabben wat we dan gaan doen. Of verlenging van mijn werkzame leven, aanvragen, uitstel van pensioen of iets anders. U zei ook in datzelfde interview in NRC was het geloof ik. Als je dement wordt, als je tekenen... ervaart, is dat meestal bij het koken? Nou, ik noemde dat omdat koken is een hele lastige executieve taak. Ik zal het dadelijk ook uitleggen, waarbij je dus van tevoren moet plannen. Ik moet dit eerst opzetten, dan daarna dat en dan dat. Om tot een op een gegeven moment tegelijk klaar te zijn met al die ingrediënten en het op het bord kunnen doen. En dat vereist een plan. En dat vereist dus vooruitkijken. En dat is iets wat bij een beginnende dementie, zeker de ziekte van Alzheimer, vaak op jonge leeftijd als eerste dysfunctioneert. En je moet multitasken. En dat is het ook eigenlijk, multitasken. Dus wat ik vaak hoor van patiënten die zeggen... ja, god, ja, ze kookt nog wel, of hij of zij kookt nog wel... maar het is elke keer hetzelfde en er zitten variaties eruit, et cetera. Ik heb het maar overgenomen, want bovendien zijn de aardappels klaar... en dan moet er nog de rest beginnen, dat soort dingen. Dus dat hoor ik vaak, ja. Uw lezing gaat beginnen, er staat daar nog water, als u wil. Gaat u gang. Ja, dank u wel. Goed. Dank u wel voor uw komst. Hele eer om hier in Tilburg te zijn. Ik zal zo even mijn telefoon aan. Oh, hij is nog niet aan. Oh. Nou, dan kunt u deze even pakken. Nee, gaat wel goed. Gaat goed?
Oh, die moet ook nog allerlei, op allerlei knopjes duwen. Ja. Oh ja, ja. Oké. Wordt u voor gek versleten door uw collega's met uw claim? Helemaal niet. Nee. Zeker niet. Nee, wat ik reflecteer is alleen maar de stand van zaken op dit moment in het wereldspectrum van Alzheimer. Ik ben echt niet de enige. Nee. Gelukkig niet, zeg anders. Goed. We gaan even kijken of we ook kunnen starten met de dia's. Vast wel. Ja, daar komt ie. Nogmaals. Hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. Ik vind het ook fijn om hier te zijn. Tilburg, mooie stad. Ik ben een paar keer geweest. Ik heb ook veel assistenten uit het Tilburgse ziekenhuis hebben bij ons een stage gelopen. En met Gerben Rox, ik weet niet of hij in de zaal zit, uiteindelijk nog een collega, heb ik heel veel contact, veel patiënten ook gezien uit Tilburg, die om speciale reden naar Amsterdam verwezen worden. Ik praat graag en ik praat veel over de ziekte van Alzheimer. Ik ben er al meer dan 25 jaar mee bezig. En ik hoop uiteindelijk ook nog mee te maken dat we een therapie, in ieder geval een eerste therapie, uiteindelijk gaan zullen geven aan patiënten. Het zal niet voor iedere patiënt zijn en zal zeker niet ook goedkoop zijn. Dat ga ik nu alvast waarschuwen. De ontwikkelingen gaan snel. En de ontwikkelingen van nu en voor de toekomst ga ik u een beetje proberen te kenschetsen aan de hand van een aantal voorbeelden waarvan ik denk dat die belangrijk zijn voor u. Ten eerste even nog de cijfers. U weet dit allemaal al. Het staat ook heel vaak in de krant. Het is een wereldomvattend probleem. Dementie in het algemeen, ziekte van Alzheimer in het bijzonder, komt overal voor. Overal in de wereld, overal in Europa. Er zijn maar heel weinig stukken van de wereld waar het wat minder vaak voorkomt. Op dit kaartje ziet u in de kleuren weergegeven, laat ik zeggen, de aantallen patiënten die er zijn uit deze publicatie van 2016 ongeveer. Het is nooit helemaal goed te tellen, dat is ook best wel lastig. Maar je ziet dat het eigenlijk dat er zuidelijke landen zijn, met name Frankrijk en ook wel Spanje, waar het echt in de grote getallen loopt. En hier in de andere landen is het wat kleiner. Maar het is eigenlijk overal heel veel voorkomend. Belangrijk hier staat ook dat de groei van het aantal patiënten tussen 2015 en 2030... wat betreft kanker en suikerziekte veel minder hard zal gaan dan het aantal patiënten met een dementie, wat zal stijgen in de loop der jaren tot 2050. We komen daar daarna nog eventjes op terug, want er zijn ook wel indicaties dat het misschien ietsje minder hard gaat. Allereerst eventjes toch maar weer de basis. Dementie, dames en heren, is een syndroom. Dementie is eigenlijk net als dat kanker niks zegt over wat je waar hebt in het lichaam, zegt dementie dat eigenlijk ook niet zo. Dementie is een opsomming van problemen die in het dagelijks leven tot last leiden. En die problemen zijn bijvoorbeeld op het gebied van de taal, van het geheugen, van het overzicht, plannen, organiseren, multitasken, dat zijn de executieve functies, de praktische vaardigheden en het herkennen en benoemen van voorwerpen die je gebruikt of die je moet herkennen. Daar zijn termen voor, die staan daar, die wij dan gebruiken als medici. Dat hele constellatie, en niet te vergeten het gedrag, dat hoort daarbij. Twee of meer van deze verschijnselen tezamen, die invloed hebben op het dagelijks leven, dat noemen we eigenlijk een dementie. Het is een beetje een definitiekwestie, een rigide kwestie eigenlijk. Ik wilde u daar niet te veel van vasthouden. Er is ook heel veel beweging in het denken over dat concept dementie. Maar dit is een beetje om een houvast te hebben. En het kan dus in alle domeinen voorkomen. Dus je kunt een geheugenprobleem hebben. En vaak vinden we dat synoniem met bijvoorbeeld Alzheimer. Maar dat is helemaal niet zo. Want je kunt ook een dementie hebben waar met name de gedragsproblemen op de voorgrond staan. Frontotemporale dementie. Of juist de taalproblemen op de voorgrond staan. Of problemen met het vooruitblikken en het plannen en organiseren. En dan hallucinaties erbij. En dan spreek je over dementie met Lewy-lichaampjes bijvoorbeeld. Dus er zijn allerlei vormen en soorten. En die hebben in meer of mindere mate een van deze dingen. Ja, dus dat is een beetje al het palet van dementie. En ik heb dat hier nog wat verder geïllustreerd met een aantal voorbeelden. Aan de linkerkant ziet u Robin Williams, bekend acteur, denk ik, hoef ik niks over te zeggen. Maar die is overleden omdat hij zelfmoord pleegde, omdat bij hem de dementie met Lewy-lichaampjes was geconstateerd. Dementie met Lewy bodies, heet het in het Engels. Dat is een soort van kruising tussen Parkinson en Alzheimer, zeg ik altijd maar simpel. Dat zijn patiënten die dus Parkinsonisme vertonen, maar ook overzichtstoornissen, oriëntatieproblemen
en hallucinaties bijvoorbeeld. En dat kan soms heel snel gaan en dat kan soms wat langzamer gaan. En bij hem, hij had een vrij agressief verlopende ziekte en hij dacht, dit gaat mij niet overkomen. Hij is er zelf uit het leven gestapt. Een bekend voorbeeld hier van iemand die heel jong was met de ziekte van Alzheimer, klassieke vroege vorm van de ziekte van Alzheimer, is uit het boek Still Alice. Ik weet niet of u dat gezien hebt. Dit is een still uit de film Still Alice. Julianne Moore, die daar ook een Oscar voor heeft gekregen. Prachtige rol. Heel indringend verfilmd. Als u iets wil weten, als u meer wil weten over Alzheimer dan wat ik u nu vertel, moet u vooral die film zien, want alles zit erin, ongeveer. Alles. Sterker nog, alles wat ik u vertel, komt daar ook een beetje in terug. Het hele diagnostisch traject en de therapie en de genetica, alles zit in die film. Mooie film. Deze zult u misschien niet kennen, hoewel u dichter bij België woont dan ik. Maar dit is een beroemde Vlaamse acteur. En die is getroffen door een frontotemporale dementie, waarbij zijn taal eigenlijk volledig aan het verdwijnen is. En eigenlijk spontaan nauwelijks meer spreekt, maar wel kan naspreken. En met name heeft zijn vrouw hem nog laten optreden door met een oortje de tekst in zijn oor in te spreken en die hij dan acteren. Michel van Doeselare heet hij. En hij wordt in België als een heel groot acteur gevierd. En er is een documentaire binnenkort op Canvas te zien over hem. Ik heb hem jarenlang als patiënt mogen begeleiden, want het is heel triest. Gewoon drie voorbeelden van verschillende vormen van dementie. Niettemin Alzheimer, de ziekte van Alzheimer, is nog steeds de meest voorkomende vorm van dementie. Maar ook die heb je in verschillende soorten en maten. Even nog, klein zijstapje. De zorg voor patiënten met dementie ga ik vanavond niet echt expliciet op in. Niet dat ik dat niet belangrijk vind. Ik denk dat het het allerbelangrijkste is. Maar ook omdat ik er zelf niet veel aan toe te voegen heb. En omdat het wetenschappelijk onderzoek wat daar gedaan wordt, is niet mijn specialiteit. Maar als er één ding duidelijk is, dat de zorg voor patiënten met dementie, welke vorm dan ook, vrijwel altijd door de partners, de mantelzorgers in dit geval, gegeven wordt. En hoe belangrijk dat is, is denk ik, daar kun je niet veel en vaak genoeg over zeggen dat dat heel belangrijk is. Hugo Borst heeft daar een boek over geschreven, heeft daar verschillende pamfletten over geschreven. Dan gaat het meestal, en waar het dan misgaat in de zorg, waarom mensen niet langer thuis kunnen blijven wonen, heeft eigenlijk niet zoveel te maken met die cognitieve dingen die ik net oplas, geheugen, taal, oriëntatie. Maar waarom mensen uiteindelijk niet thuis verzorgd kunnen worden door hun mantelzorger, heeft meestal te maken met het gedrag. Als het vaker gebeurt dat je partner midden in de nacht opstaat en de deur uitgaat en rond gaat dwalen en jezelf ook niet meer aan slaap toekomt, bij wijze van spreken, ja, dat zijn, dan loop je tegen de grenzen aan van wat kan. Dus ik wil het even genoemd hebben. Ik ga er niet verder dieper op in. Maar laat duidelijk zijn, in mijn werk als medisch specialist, als dokter, ik zie elke woensdag van 's ochtends 9 tot 's avonds 9 zie ik patiënten. En het gesprek gaat eigenlijk altijd over de zorg en hoe zwaar de mantelzorger het heeft. Goed, de ziekte van Alzheimer. De ziekte van Alzheimer, eventjes voor het begrip, is een ziekte die al in 1906 voor het eerst beschreven is door meneer Alzheimer. Hij heeft echt bestaan, Alois Alzheimer, een Duitse neuroloog, neuropatholoog, psychiater, hij deed alles in die tijd. Maar die beschreef deze twee kernachtige bevindingen, de amyloïde plak en de neurofibrillaire tangle. En dat tangle is eigenlijk een dode hersencel, een neuron, zoals dat heet. En de amyloïde plak zag hij met zijn gebrekkige microscoopje, zag hij al dat een kluwen en een krans was van dood hersenweefsel. En in het midden zat een soort kern en die kleurde rood met een bepaalde kleurstof die hij toediende. En toen beschreef hij dat had hij nog nooit eerder gezien. Hij zei, dit is heel bijzonder bij een 51-jarige mevrouw, want dan zo was, oud was ze toen ze bij hem kwam voor het eerst. Dit is heel bijzonder. En het heeft eigenlijk vanaf 1906 tot de jaren 80 geduurd voordat we op grotere schaal in de hersenen van allerlei mensen op oudere leeftijd en op jongere leeftijd met een dementie deze typische verschijnselen hebben waargenomen. En toen, eigenlijk heeft het 70 jaar geduurd voordat de bevinding van meneer Alzheimer bij een relatief jonge vrouw, ik zal u dadelijk laten zien, uiteindelijk tot een volksziekte is geworden, omdat bij vrijwel alle patiënten met welke vorm van dementie, ook op ieder geval op oudere leeftijd, deze Alzheimer-veranderingen zo zichtbaar waren. En nog steeds, dit is een artikel uit 2015, om het maar eventjes te laten zien, van een internationale groep auteurs van over de hele wereld, maar aan te geven dat ik het niet zelf verzonnen heb, is dat die amyloïde plaques en de neurofibrillaire tangles
nog steeds tot de basis horen van wat wij de ziekte van Alzheimer noemen. En die plaques en die tangles die zijn ook vrij bijzonder, want die beginnen eigenlijk altijd in een laag deel van de hersenen. Dit is de hippocampus, waar het geheugen zich bevindt, wat u op dit moment hard hebt aanstaan om alles te onthouden, om het morgen weer terug te vertellen aan de mensen die hier niet waren vanavond. De hippocampus heb je nodig voor het korte geheugen, voor het opslaan van het geheugen. En dan 's avonds als je slaapt en 's nachts als je slaapt in je diepe slaap, ga je dat geheugen als het ware, ga je die informatie overzetten van de hippocampus naar andere delen van de hersenen. En dan pas kun je het de volgende dag vertellen. Nou, die plaques die ontwikkelen zich, beginnen hier, maar die gaan daarna in de rest van de hersenen, zeg maar, zich bevinden, met uitzondering van een deel hier en een deel hier. Dit is de occipitale cortex, het deel waarmee je ziet, en dit is de motorische cortex waarmee je loopt en beweegt. Dat zijn de delen die eigenlijk het langste gespaard blijven van deze plaques. De tangles ook, die beginnen wat hoger in een bepaald deel van de mediale temporale regio, en die verspreiden zich ook. En dat is een proces van jaren. Waarschijnlijk zit er tussen deze fase en deze fase en deze fase zo'n 10, 15, misschien wel 20 jaar. Dat is inmiddels ook al ruim bekend, dat er een hele lange aanloop is. Want hier hoef je niet per se al klachten te hebben. Hier heb je zeker klachten. Dus er zit veel tijd tussen de ziekte, wanneer die in de hersenen zich al bevindt, totdat je klachten hebt. Ik laat u dat dadelijk nog een keer zien. Dus dit is, zeg maar, het wezen, het kenmerk van de ziekte van Alzheimer. Daar is geen discussie over in de wereld. Nou, wat is die ziekte van Alzheimer? Die kan dus op alle leeftijden voorkomen. De originele patiënt van meneer Alzheimer was toen zij bij hem kwam 51 jaar. Maar je kunt ook Alzheimer hebben als je 80 of als je 90 of als je 100 bent. Dat zijn allemaal diezelfde neuropathologische veranderingen. Met dit verschil, dat geef ik u meteen even mee voordat u erom vraagt, is hoe jonger je bent, hoe purer de ziekte is. Als je heel jong bent, 50, 60, 70 jaar, dan zijn het alleen die veranderingen. Maar als je ouder bent, heb je meer veranderingen in de hersenen. Dan heb je ook je veroudering zelf en je vaatschade en een heleboel andere dingen nog. Dus dan praat je vaak over een combinatie van factoren. Alzheimer kan zich presenteren met geheugenklachten. Klassiek. Mensen die echt niets meer onthouden op een gegeven moment. En als je iets vertelt, je draait je om of de patiënt draait zich om en is het kwijt. Kunnen 100 keer op een dag hetzelfde vragen of 100 keer hetzelfde zeggen. Het kan heel lastig zijn voor de partner. Maar ook executieve stoornissen. En dat zie je juist weer vaker op jonge leeftijd. Mensen die burn-out zijn op hun werk zogenaamd, omdat ze hun werk niet meer aankunnen. Want ze kunnen het niet meer overzien, ze kunnen niet meer plannen. Die agenda loopt vol, dan krijgen het allemaal niet meer voor elkaar. Misschien wel burn-out. Nee, kan ook het begin zijn van de ziekte van Alzheimer. Komen we veel tegen. Maar ook taalstoornissen. Niet meer kunnen benoemen van woorden of personen of dingen. Of problemen met de visus. Het niet meer kunnen herkennen van iets wat voor je staat. Het niet meer kunnen vinden van een voorwerp terwijl het pal voor je neus staat. Dat soort dingen, dat zijn visusstoornissen. En dan bevindt de ziekte zich eigenlijk aan het achterste deel van de hersenen in plaats van het voorste deel van de hersenen. De diagnostiek is in de loop der jaren, ik ben in 1987 begonnen met de neurologie. In 1991 was ik neuroloog. In 1993 promoveerde ik op MRI-scans van de hersenen bij de ziekte van Alzheimer. En tussen toen en nu is er heel veel veranderd. Tegenwoordig doen we ook hersenvochtanalyse, PET-analyses, en kijken we ook op de MRI op een andere manier naar de hersenen. Er is ontzettend veel, zeg maar, gebeurd in de diagnostiek van dementie, in het bijzonder ziekte van Alzheimer, in die jaren. En nu spreken we al, en dat ga ik u daar nog laten zien, dat we eigenlijk de diagnose van de ziekte Alzheimer al kunnen stellen voordat er sprake is van dementie. Dat lijstje wat ik u liet zien, dat is een vrij rigide lijstje met veel dingen die allemaal moeten interfereren met dagelijks leven. Maar we zijn nu bezig met mensen te diagnosticeren die alleen klachten hebben en die nauwelijks stoornissen hebben, maar toch al de ziekte in de hersenen hebben. En dat is belangrijk voor uiteindelijk het vinden van medicijnen tegen die ziekte, want dan moet je er heel vroeg bij zijn. Alzheimer op jonge leeftijd is een vrij bijzondere vorm. En dat kwam dus niet alleen in Alzheimer zijn tijd voor, het komt nu nog steeds heel veel voor, maar wordt vaak juist niet herkend, omdat men er niet aan denkt. Omdat Alzheimer nog steeds, hoe vaak ik ook, laat ik zeggen, de PR-bedrijf, zoals uw voorzitter hier dat zei, dat doe ik ook bewust om veel awareness te creëren en om juist te zeggen, jongens, Alzheimer is niet alleen maar vergeetachtigheid op oudere leeftijd. Er is een heel groep mensen die juist op jongere leeftijd de ziekte van Alzheimer kunnen hebben.
Vroeger noemden we dat pre-seniele vorm als je het voor je 65ste had. En de seniele vorm als je het na je 65ste had. Oh, excuus. Dit is ze, Auguste D., de eerste patiënt van meneer Alzheimer. Zij was toen 51 jaar en zij was de eerste patiënt. Dus je kunt zeggen, van 1907 was er één. Nu in 2018 zijn er 43 miljoen, misschien wel 50 miljoen wereldwijd. En dat gaat ruim verdubbelen. In Nederland denken we dat er aan jonge mensen zo'n 12 tot 20.000... we weten het eigenlijk gewoon niet precies. Maar in het algemeen zeggen we altijd dat het stijgt met de leeftijd. En grappig genoeg, aan al de grafiekjes die je ziet, dan begint het zo ongeveer op het 65ste. Alsof het niet voorkomt onder het 65ste. Dat is dus niet waar. Het is ook anders. Het relatief vaker dus geen geheugenstoornissen. Dat maakt het zo lastig om het te herkennen. Want ja, dementie, Alzheimer is toch geheugen. Hè? Nee, hartstikke goed geheugen. Dat kan dus. Vaak juist taalstoornissen, die executieve stoornissen, of juist oriëntatiestoornissen of gnostische stoornissen het niet kunnen herkennen of het niet kunnen beseffen wat een voorwerp of iets wat je moet benoemen, wat het eigenlijk is. Nou, dat komt veel vaker voor. Onder het 65ste jaar heb je de zogenaamde non-memory klachten. Die komen vaker voor dan de memory klachten. En ook vaker een behoud van inzicht. Dus mensen met dementie hebben per definitie relatief weinig inzicht in hun eigen ziekte. Vandaar dat ze niet zelf naar de dokter gaan. Maar op jonge leeftijd is dat wat langer wel het geval. En is het wel behouden dat mensen ook zelf echt kunnen lijden onder het feit dat ze die ziekte hebben. Dat zie je op jongere leeftijd wat meer dan op oudere leeftijd. Op oudere leeftijd zijn het juist typisch de geheugenstoornissen die het meest op de voorgrond staan. Maar ook al wat gauwer dan in het beloop. En dat is heel erg verschillend per patiënt. Er zijn patiënten die heel snel gedragsstoornissen ontwikkelen. En er zijn mensen die het nooit ontwikkelen. Maar als het zijn, dan zijn het dwalen, onrust, wanen, hallucinaties. Die man op de tv, die heeft het over mij, die praat over mij. Of je gaat wel biljarten, maar je gaat eigenlijk vreemd. Dat soort wanen over de partner. Heel erg lastig om mee om te gaan voor de partner. Hallucinaties, dingen zien die er niet zijn. Of heel erg somber worden, kan ook. Al die dingen kunnen voorkomen in het kader van Alzheimer op jonge leeftijd. Dus ook hier weer, geen patiënt is hetzelfde. Mensen vragen dat vaak van, ja, hoe moet ik nou mijn eigen man vergelijken met wie? Want in het Alzheimer Café, niemand lijkt op hem. Nee, dat klopt ook, want iedere patiënt is toch echt weer anders. Iedere patiënt heeft zijn eigen ziekte en is net weer even anders dan het gemiddelde van de andere patiënten. Dus dat is lastig, ook voor de omgeving. Oh, sorry, ik druk iets te snel. Wat we vaak doen, ik laat het u even zien, is in de spreekkamer natuurlijk probeer je alvast dat testjes te doen. De Mini-Mental State Examination is een bekend voorbeeld. Welke dag is het vandaag? Welk ziekenhuis bent u nu? Wat is de straat? En welk seizoen hebben we op dit moment? Wat is de dag? We doen ook vaak een tekenen van een klok. En dat is een beetje soms wat lacherig. Want op een gegeven moment is dat nou een klok. Dat is toch hartstikke makkelijk. Dat is niet zo makkelijk. Een klok, dat leer je vaak pas laat tekenen in je leven. Je leert eerst lopen en dan leer je praten. En als je wat verder bent, een jaar of 5, 6 bent, dan leer je ook die hogere functies zoals het tekenen van een klok, het klok kijken. Nou, en dat moet je, omdat je dan zo'n concept van een klok met die cijfertjes en die wijzers en uit de stand van de wijzers moeten we dan leren hoe laat het is. Ja, het klinkt heel simpel. Het is het ook eigenlijk. Maar in een dementie en een ziekte van Alzheimer in specifiek kun je dat relatief vroeg verleren. Met name het klok kijken lukt dan nog wel, maar het klok tekenen uit het hoofd, dus het concept klok op papier weergeven, is vaak heel lastig. En hier ziet u een paar voorbeelden van waar het echt misgaat. En dan hoef je nog niet eens heel erg ziek en lang ziek te zijn. En dan zie je al dat het zetten van de cijfers in de klok hier verkeerd omgaat. En hier komt het ook niet helemaal goed uit. Het is bijna wel goed, maar de wijzers over 10 over 11, dat is natuurlijk niet goed. Hier zijn meerdere wijzers en hier staat de 10. En deze patiënt heeft gedacht, weet je wel, 10 over 11, dan doe ik het wel zo. Allerlei varianten. Ik spaar ze altijd graag als we bij het multidisciplinair overleg, als er weer een bijzondere klok is, dan zeg ik altijd tegen de assistenten, maak er eventjes een pdfje van, dan kan ik die weer gebruiken. Dus ik heb er een heleboel. Hier doen we ook, dit is een onderdeel van de CAMCOG, het kopiëren van de 2 vijfhoeken of het kopiëren van de cirkel. Hier een huisje tekenen, hier nog eens een keer de klok. U ziet, het is, ja, dit zijn pregnante voorbeelden, zou ik willen zeggen, van hele duidelijke visuospatiële stoornissen. Dus het niet meer kunnen weergeven van een concept wat je in je hoofd misschien wel hebt, maar dan moet je het tekenen en dan weet je niet meer hoe het moet. Is het gewoon eigenlijk weg, zou je kunnen zeggen.
Nou, iemand die dat heel gevisualiseerd heeft, is deze schilder, waar u ongetwijfeld nog nooit van gehoord heeft. Dat is William Uttermolen. En hij is eigenlijk, ja, zeg ik wel eens, stout misschien bekender geworden door het feit dat hij de ziekte van Alzheimer kreeg. En na zijn dood hij een grote tentoonstelling door zijn vrouw heeft laten organiseren. En dit is een schilder die regelmatig zelfportretten maakte. En in zijn ziekte ziet u hoe die zelfportretten veranderden door zijn ziekte. En u ziet dat dat eigenlijk, ja, hier is het herkenbaar, hier zie je al hoe het verandert. Hij wordt natuurlijk zelf ouder, maar je ziet ook dat het steeds minder op een zelfportret gaat lijken. Dus je ziet hier eigenlijk in één oogopslag wat Alzheimer met je hersenen doet. Ik vind dat bijzonder en interessant. Er zijn veel voorbeelden van. We hebben een beroemde Nederlandse schilder Willem de Koning met dubbel O, die in Amerika echt furoren heeft gemaakt. Dat is een hele beroemde schilder. Ook hij ontwikkelde de ziekte van Alzheimer en ook hij bleef schilderen in zijn Alzheimer. En die schilderijen zijn bijna nog meer waard dan toen hij die ziekte nog niet had. Goed. Ontwikkelingen in het onderzoek. Daar komt u voor. Het Science Café. Wat gebeurt er? Ik ga er vier dingen uitlichten. We gaan het hebben over preventie. Heel breed. Goed, wat kan je eraan doen om het te voorkomen? En wat zijn wij eraan het doen om het te voorkomen? Even inzoomen op wat ik al een klein beetje noemde. Die biomarkers, de scans, het hersenvocht, het bloed eventueel. De medicatie, daar kwam u eigenlijk helemaal voor. Is er iets aan te doen? Ik kan u nu al zeggen, voordat mijn discussant na de pauze vraagt als geld, dus er is toch niks aan te doen? Dat klopt. Dus ik ga dat ook niet beweren, dat er nu iets aan te doen is. Ik ga alleen wel u laten zien wat eraan gedaan wordt om later er wat aan te kunnen gaan doen. En ik ga even schetsen de toekomst van dementie en Alzheimer. Wat hebben we nog meer te verwachten? Ik zei al, dat amyloïd, wat we dus al meer dan 100 jaar kennen, dat is, als je het hebt, ook een risicofactor voor het ontstaan van meerdere cognitieve problemen. Je kunt het hebben als je geen enkele klacht en normaal functioneert. Dan kun je dat hebben. En zeker als je heel oud wordt, dan heb je altijd een bepaalde hoeveelheid amyloïd ontstaat gewoon. Wij maken dat allemaal. Het is een normaal proces in de hersenen waarvanuit APP, het amyloïd precursor proteïne, de voorganger van het amyloïd, wordt amyloïd gemaakt op de juiste manier en ook weer afgebroken. En bij dat aan- en afbraakproces ontstaat ook altijd een klein beetje giftig amyloïd. Maar daar kunnen we mee dealen. En er zijn studies die nu laten zien dat je daar ook je slaap voor nodig hebt. Dat je eigenlijk dat giftige amyloïd wat we allemaal maken, dat je dat tijdens de slaap weer kunt weghalen uit de hersenen. Dat is een zuiveringsmechanisme in de hersenen wat daarvoor zorgt. Normaal, kan allemaal. Is niet erg op zich, dus dat is een normaal proces. Bij patiënten slaat het op hol, zou ik maar willen zeggen. Daar ontstaat veel te veel giftig amyloïd. Daar kunnen de hersenen niet mee dealen. Met name op oude leeftijd is dat het probleem. Ze kunnen het eigenlijk niet meer kwijt. Je kunt het niet opruimen. En bij sommige vormen van dementie wordt er gewoon veel te veel geproduceerd. In ieder geval is het slecht voor je. En dat ziet u in deze figuur. Dit is een figuur uit een publicatie van een aantal jaren geleden. Een gezamenlijke publicatie van heel veel mensen uit de wereld, geleid door een groep uit Amsterdam en Maastricht. Die hebben gekeken naar alle studies die PET-scans en hersenvocht amyloïdmetingen hebben gedaan. Op een hoop gegooid, dat noemen ze een meta-analyse. En hebben ze gekeken hoe vaak het voorkwam, amyloïd aanwezigheid bij deze mensen. Hier staat het percentage amyloïd positiviteit, dus aanwezig. En hier staat de leeftijd en hier staan drie soorten groepen. Normale mensen, helemaal normaal, dat zijn er bijna 3000. Mensen met klachten en mensen met MCI. En MCI heb ik nog niet uitgelegd, maar dat is een Engelstalige term voor cognitieve stoornissen, nog niet dementie. Het is een beetje halverwege, zal ik maar zeggen. Nou, wat nou interessant is, is dat de mensen, neem hier de leeftijd van Donald Trump, 74. En we kijken eventjes, stel dat hij normaal zou zijn, wat velen betwijfelen, dan heb je alleen al op die door het hebben van die leeftijd heb je ongeveer 23% kans om het hebben van amyloïd in je hersenen. Hoef je nog geen klachten te hebben. In zijn geval wellicht wel. Maar bij mensen met MCI is dat al anders. Dan heb je dus al klachten en dan is al 50% van die op mensen op die leeftijd, als je MCI hebt, komt het door amyloïd. Dan is er nog een ander iets wat heel belangrijk is, dat komt een paar keer terug in het verhaal, is een risicofactor, een erfelijke risicofactor. En die is gelegen op het chromosoom 19 en die heet ApoE.
En het is ontdekt in de jaren 90, ja, 93 precies te zijn. Dan heb je verschillende vormen van E2, E3, E4. En je hebt er altijd twee van, dus je hebt ook nog combinaties daarvan. E2, E3, E3, E4, E4, E2, E4, E3, etc. Het is gebleken dat de E4 en de E4, E4, als je er twee van hebt, een hele belangrijke risicofactor zijn die het krijgen van Alzheimer bevordert. E4, als je dat hebt, en dat kunnen we bepalen gewoon in het bloed, en het is een risicofactor die ook in het cardiovasculaire veld bekend is, want hij heeft iets te maken met cholesteroltransport in het bloed. Als je dat hebt, maak je meer kans om op de ziekte van Alzheimer te krijgen. Het is niet gezegd dat je het 100% krijgt, het is een risicofactor. 1 à E4, ongeveer 6 keer zoveel kans, en als je er 2 hebt, ongeveer 10 tot 16 keer zoveel kans. En dat zie je ook hier in deze grafiek. ApoE4 niet aanwezig, negatief, dan zie je dat de percentages voor die drie groepen weer maximaal op de 50% uitkomen, maar op 100-jarige leeftijd pas. Terwijl als je E4 positief bent, 1 of 2, dan schuift dat al veel hogere percentages naar positief, maar ook veel jonger. Dus meer amyloïd, jongere leeftijd. Dat is wat het ApoE4 risicogen met je doet. Dan vraagt u misschien dadelijk, is het nou nuttig om dat te weten? Moet ik naar de dokter om dat te bepalen? Nee. Want je hebt daar niet veel aan. Het zegt alleen iets over je risico op het krijgen van. Maar nogmaals, het is niet gezegd dat het ook gebeurt. Het is een risicoverhogende factor. Maar wel een belangrijke. Ik kom er dadelijk nog op terug. Hier namelijk zien we, dit is een hele recente studie. En ik dacht, ik heb te maken met een hoogontwikkeld publiek. Dus ik gooi er ook gewoon veel grafiekjes in. Een nieuwe kennis. En het is heel bijzonder, want er wordt veel gesproken. Ga ik daar ook nog doen over vasculaire risicofactoren, wat zijn dat? Hoge bloeddruk, cholesterol, suikerziekte, hartfalen zijn risicofactoren voor allerlei dingen, maar ook voor dementie, Alzheimer. Maar dat heeft ook weer te maken met het amyloïd, want wat blijkt, als je midlife, en dat is tussen je 50ste en je 70ste, midlife ongeveer, hoge bloeddruk beïnvloedt het amyloïd niet als je geen ApoE4 hebt, maar wel als je 1 of 2 van die ApoE4 alleen hebt. Zie je dat? Dus het hebben van hoge bloeddruk is dan weer een factor die maakt dat je meer amyloïd maakt als je ApoE4 positief bent. Hetzelfde over de body mass. U ziet hier ook de BMI. Hè? Dus een normale BMI is ongeveer tussen de 20 en de 25. En overgewicht is boven de 35. Nou, dat is allemaal, dat is niet goed. En met name lijkt het hier zo te zijn, als je dat overgewicht is met name belangrijk als je ook weer ApoE4 hebt. Dus dat is allemaal extra risico bovenop risico. En hier ook nog eens een keer een stroke risicoscore. Dus als je al een keer een beroerte hebt gehad, dan verhoogt dat het risico op amyloïd ook nog eens een keer. Dus dit is interessant, een link tussen, waar we dadelijk nog ook even terugkomen, vasculaire factoren, leeftijdsgerelateerde factoren, dingen waar je wat aan kan doen. En amyloïd en later ook dementie in de aanwezigheid van genetica, namelijk ApoE4. Nou, even die risicofactoren in perspectief. Ik zeg het toch maar eventjes. Hier staan ze, u moet even uw hoofd buigen, maar dan zal ik ze opnoemen. Lage opleiding, hoge bloeddruk, overgewicht, hearing loss, dat is slechthorendheid op oudere leeftijd, depressie, roken, fysiek inactief, het Erik-Scherder-syndroom, dus te weinig bewegen. Sociale isolatie. Ik is een goede vriend van me, dus ik mag het zeggen hoor. Sociale isolatie, dus te weinig netwerk. En suikerziekte. Het zijn allemaal risicofactoren, maar u ziet dat het percentage, het kan er niet eens op, het is vrij klein. Het zijn allemaal bij elkaar genomen, is het een belangrijke factor. Zeker. En er zijn studies die hebben laten zien dat 7 van die factoren misschien wel 30% risico geven op dementie op latere leeftijd. Maar ApoE, 1 of 2, of zeg maar 2 E4'en of een E4 alleen, maar dan met een E'tje, 2'tje of een E3'tje. Of het hebben van amyloïd, of het hebben van amyloïd en tau. Dat zit in de regio, daar is zo ongelooflijk veel meer risico op het krijgen van. Met andere woorden, het hebben van amyloïd, het hebben van ApoE is vele malen groter risico op het krijgen van Alzheimer en dus ook dementie later dan al deze risicofactoren bij elkaar. Dit is een analyse die we net met een groep Europeanen hebben gedaan om even in perspectief te zetten. Maar niettemin belangrijk. Want wat bleek? Uit grote epidemiologische studies in de loop der jaren werd gezien
dat als je de vergelijkt de jaren 90 met de jaren 2000, zeg maar, en je kijkt naar de populatie mensen, gewoon in de algemene bevolking. In Rotterdam hebben ze dat gedaan in Ommoord bijvoorbeeld. Belangrijke studie, de Rotterdam-studie. Dit is in Engeland gedaan, in een bepaalde gemeente. Hebben ze een sample gedaan in de jaren 90 en nog eens een keer een sample in het jaar 2000. Wat bleek? Als je die mensen volgt over de tijd en je kijkt naar het aantal nieuwe gevallen van dementie, dan is dat in het tweede cohort is dat veel lager dan in het eerste cohort. Hey, goed nieuws. Helaas alleen voor mannen en minder zo voor vrouwen. Had te maken met name waarschijnlijk met stoppen met roken. Bij de mannen. Hieruit kwam het grote nieuws, heeft u ook in de krant kunnen lezen een paar jaar geleden, dat er misschien wel een dalende trend is van de incidentie, het aantal nieuwe gevallen van dementie op oudere leeftijd tegenwoordig versus nu. Waardoor sommige mensen meteen zeiden, zie je wel, het valt wel mee met die grote getallen en maak je niet zo druk, het is allemaal, loopt zo'n vaart niet. Dat is niet zo, want de incidentie is dus het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners per jaar. Maar omdat er veel meer ouderen zijn dan vroeger en de ouderen ook nog een keer langer leven, en zeker ook zelfs met dementie, is het netto resultaat toch dat het aantal patiënten stijgt, maar misschien minder hard dan we van tevoren hadden gedacht. Vanwege het feit, want dat is nou de crux tussen de jaren 90 en de 2000, wat is er gebeurd? Betere bloeddrukbehandeling, betere cholesterolbehandeling, minder roken, diabetes, etc. Al die risicofactoren, daar zitten we tegenwoordig veel meer bovenop dan vroeger. En dit fenomeen is niet alleen in Engeland aangetoond, ook in de Rotterdam-studie, ook in Zweden, een aantal grote populatiestudies. Dus dat zal waar zijn. Dat heeft ook enkele onderzoekers genoopt. We zeggen, nou, moeten we dan niet een interventie doen? Moeten we dan niet eens kijken of we een behandeling kunnen doen om misschien het risico op dementie te verkleinen? En want dat is in ons vak, in de geneeskunde, is de studie, de trial, is het uiteindelijke bewijs. Je doet een behandeling vergeleken met een placebo over een bepaalde tijd. En de behandeling is beter dan placebo, dan heb je een geneesmiddel, bij wijze van spreken. Kun je ook doen met leefstijlinterventies. En deze dappere Finse onderzoekers hebben dat gedaan in de FINGER-studie. En wat hebben ze gedaan? Een aantal 65-jarige ouderen, 1200 in totaal, die risico lopen op dementie, omdat ze of in de familie hadden of al wat hoge bloeddruk, suiker en al die risicofactoren hadden. Daar hadden ze een bepaalde score voor. Dat zijn mensen, dus een groep mensen, risicodragend. Hebben ze gesplitst in twee groepen. De een kreeg actief in, zeg maar, een bewegingsprogramma, actief dieetbegeleiding. Die kreeg betere bloeddrukbehandeling, betere cardiovasculaire begeleiding. Alles beter in die hoek. En anderen die kregen boekjes over, ja, wat zou je kunnen doen om wat beter te bewegen. Maar verder werd er niet zoveel veranderd. En want je kan zo'n studie natuurlijk niet echt blind doen, want ja, mensen weten wat voor behandeling ze krijgen. Maar wat bleek? Op de scores die je deed, dat zijn neuropsychologische scores, aandacht, concentratie, geheugen, overzicht, plannen. Hier, dat executieve, hier, executieve functioneren, was in de behandelde groep beter dan in de placebo-groep. Ook de totale score van een aantal dingen was beter en ook de snelheid van informatiedeling was beter in de behandelde groep versus de niet-behandelde groep. Maar het geheugen niet. Maar het wonderlijke van deze studie is, die verschillen zijn overigens piepklein, maar ze zijn wel significant. Het aardige was dat ze alle groepen vooruit gingen. Hè? Dus de blauwe en rode gingen allemaal vooruit. En dat geeft maar weer aan dat in een wetenschappelijke studio, dat noemen we het placebo-effect, het meedoen aan een studie is al goed voor je. Ja? Even om te onthouden, als u overweegt om mee te doen aan een studie, echt goed voor u. Ja? Maar in dit geval was dus de behandeling beter dan placebo, in ieder geval meer effect op die bepaalde neuropsychologische stoornis. Nou, dit is een baanbrekende studie. Heeft heel veel aandacht gehad ook, omdat het de eerste studie van zijn soort was. Heel dapper, echt geprobeerd om die twee groepen goed te scheiden, goed te volgen. Dit heeft navolging gekregen. Er zijn nu verschillende studies, fingerstudies, in de wereld gaande. Amerika, Japan, Azië en Europa ook. In Europa hebben we nu een derde groep, is er aan toegevoegd, waar ook een dieetinterventie aan toegevoegd is. Slechte nieuws kwam er uit Amsterdam. Mijn collega's in Amsterdam hebben jaren geleden ook het idee gehad van, als we nou beter en strakker op die bloeddruk zitten, dan kunnen we misschien dementie verminderen in de toekomst. En die hebben een grote groep mensen uit Almere bij de huisartsen gevolgd, van 70 jaar en ouder. En die gerandomiseerd, zoals dat heet, verdeeld in een groep actief
vasculair begeleid, heel strak op de bloeddruk zitten, heel strak op het cholesterol, allerlei adviezen. En de andere groep kreeg de normale zorg, zoals die in Nederland door de huisarts wordt gegeven. Na 6 jaar hebben ze gekeken, zijn er meer of minder gevallen van dementie in een van beide groepen en meer of minder dood in een van beide groepen. En in beide gevallen was dat niet zo. Dus in deze studie, 6 jaar lang, maakte het dus niet uit of de behandeling gegeven was of niet. Het grote verschil wat we hiervan hebben moeten leren is 2 dingen. 70 jaar is te laat. Dan maak je het verschil niet meer. Vandaar dat ik ook dat midlife even aantoon. 50 tot 70, dat zijn de cruciale jaren. Liever nog iets eerder. Na het 70ste maakt het waarschijnlijk voor de hersenen gewoon niet meer uit. Het tweede wat je ook zou kunnen denken, misschien was de reguliere zorg in Nederland wel net zo goed als die actieve zorg. Dat kan. Heel recent, vorig jaar november uitgekomen, de Lipidi Diet Studie. Dat is een groot Europees consortium wat een interventie heeft bestudeerd met Souvenate. Dat is een multinutriënt drank. En dat hebben ze onafhankelijk van de fabrikant gedaan, maar heel lang bestudeerd. 2 jaar, maar het nog een uitloop naar 5 jaar. De laatste patiënt is net klaar. 311 patiënten die in een heel vroeg stadium van de ziekte van Alzheimer waren. En dat hebben ze heel krachtig en keurig geformuleerd met biomarkers. Duidelijk laten zien dat die mensen echt Alzheimer hadden. Over 2 jaar gevolgd. Die vonden een effect op de klinische uiting van dementie. Ze vonden geen effect op de primaire maat, het geheugen. Ook omdat de placebo-groep niet achteruit ging qua geheugen in 2 jaar tijd. Maar een heel onverwacht, maar heel pregnant effect was op een structuur die nog steeds bij u rood gloeiend aanstaat. Dat is die hippocampus. 25% minder krimp in 2 jaar tijd in de hippocampus bij de actief behandelde groep met deze multinutriënt. Omega 3, omega 6 en allerlei vitamines. Bijzonder. En zo bijzonder dat het ook in de Lancet heeft gestaan. En weer, zeg maar, geeft weer stof tot nadenken van hoe kan dit en wat betekent dit effect nou over de tijd. Vandaar dat deze interventie nu ook in die vingerstudie zit. Goed, dat wat betreft preventie. Dus de bottom line is, zeker al die dingen die ik net noemde zijn hartstikke belangrijk. Bewegen, overgewicht reduceren, opleiding. Daar kun je niet veel aan doen wat je ooit hebt gedaan, maar dit is eigenlijk wat je bedoelt is, blijf studeren, kom naar dit soort avonden, nieuwe kennis opdoen, nieuwe mensen ontmoeten. Dat verrijkt je hersenen. Erik Scherder heeft daar echt een punt. Al die dingen bij elkaar maakt, als je het voor je 70ste doet, uit dat je relatief de kans op Alzheimer, die we allemaal hebben, relatief reduceert. Dat is belangrijk. Dat is iets wat je zelf kan doen. Goed, biomarkers. Wat ik al zei, in de tijd dat ik meeloop heb ik dat zien ontstaan. En dat is heel spannend. Vroeger konden we, en dat zult u misschien niet geloven, maar in de begintijd konden we patiënten met een ziekte van Alzheimer, een hersenziekte, konden we alleen diagnosticeren door met de patiënt te praten, testjes te doen, nog eens goed te kijken en nog eens een keer terug laten komen, een half jaar later. Geheugen achteruit, overzicht, taal. En je maakte met een scan, maar eigenlijk alleen om uit te sluiten of er een tumor was of iets anders. En dan was dat het. En hij zei, ja, dat is Alzheimer, denk ik. Maar we hadden geen methode om in de hersenen echt te bewijzen dat het ook Alzheimer was. Dat bewijs is pas veel later in de jaren 90 en 2000 gekomen door de biomarkers. Amyloïd en tau, de kenmerken van Alzheimer zoals meneer Alois het al zag in de jaren 1906, kunnen we nu bij het leven gewoon waarnemen en meten. In het hersenvocht. Want het hersenvocht ontspoelt onze hersenen, zit in de hersenen en onder de hersenen, wordt 5 keer per dag ververst, aangemaakt en ververst en afgevoerd. En dat is een weerspiegeling van de processen die zich in de hersenen, zeg maar, afspelen. Aanmaak en afbraak van amyloïd, aanmaak en afbraak van tau, dat weerspiegelt zich in de afbraakproducten in het hersenvocht. Hersenvocht kun je doen met een lumbaalpunctie, prik je in de rug, neem je vocht af en dan meet je dat. En een van de eerste studies, niet de eerste studie, maar een studie die heel overtuigend aantoonde dat mensen met een beginnend cognitief probleem bij de dokter kwamen en je nam dat hersenvocht af en je keek na 5 jaar en nog eens een keer na 10 jaar naar die mensen, dan waren de mensen die een normaal gehalte van het amyloïd en tau, ik zei al, dat hebben we allemaal, maar als het een normaal level niveau heeft, dan is het gros van de mensen na 10 jaar nog steeds niet
dement. Het grootste deel. De mensen die abnormaal waren bij het begin, waren na 5 jaar bijna allemaal en na 10 jaar ook bijna allemaal, hadden ze de ziekte van Alzheimer gekregen. Klinisch. Met andere woorden, die biomarkers zeggen iets als ze er zijn over wat er gaat gebeuren. Wat er voor proces eigenlijk gaande is in de hersenen, wat maakt dat je later klachten krijgt. Nou, dat kun je met een hersenvochtonderzoek doen. Tegenwoordig kunnen we dat zelfs laten zien op de PET-scan. Dit is een amyloïd PET-scan. En het amyloïd, dat kunnen we doen door wat radioactief gelabeld materiaal in te spuiten. Dat hecht zich aan het amyloïd als het er is, als de plaks er zijn. En dan zie je een plaatje dat alles wat rood is hier aan de buitenkant, is amyloïd. Hier en hier ook. En dat is wonderbaarlijk. Toen het in 2004 voor het eerst werd gepubliceerd, toen viel de wereld steil achterover. Dat is dus wat je onder de microscoop zeg maar ziet, zie je in het leven bij mensen in een heel vroeg stadium al. En het is ook heel erg duidelijk, het is of afwijkend of het is niet afwijkend. Tegenwoordig kunnen we zelfs een stapje meer doen. En we kunnen ook het touw-eiwit, het neurofibrillaire tangles, hè, wat ik u liet zien, daar zit touw-eiwit in en dat kunnen we ook afbeelden. Dus we kunnen steeds beter in de hersenen, en daarom ben ik nog steeds optimistisch, in de hersenen de ziekteprocessen die er zijn afbeelden. Meten is weten. Je kunt ze zien, je kunt er wat mee doen, je kunt ze proberen te beïnvloeden. Laat ik dadelijk nog weer zien. Dit is dus gewoon diagnostiek zoals ze dat in de oncologie al jaren gewend zijn, wat we nu in de hersenziektensfeer voor het eerst kunnen. En dit zijn nog maar de eerste twee eiwitten. Er zijn het eiwit van Parkinson, het synucleïne eiwit en verschillende andere eiwitten. Er wordt allemaal aan gewerkt om dat ook af te kunnen beelden. Niet omdat wij het zo leuk vinden om een plaatje te maken, maar omdat we daarmee leren hoe die ziekte ontstaat, wanneer die ontstaat, hoe die zich over de tijd gedraagt en of je er iets aan kan doen. Nou, dit is een exercitie. Als je die biomarkers in een soort van algoritme zet, heb je amyloïd-biomarkers, je hebt tau-biomarkers, je hebt neurodegeneratie-biomarkers, dat is de MRI-scan. En die kun je zeg maar in een bepaalde volgorde zetten. En wat wij denken als veld, dit is een grote groep mensen, en dit jaar komt er een nieuw framework, een nieuw zeg maar, raamwerk voor Alzheimer, komt er uit van een grote groep researchers waar ik bij mag horen en nog een paar Europeanen en een groot aantal Amerikanen. En we hebben gezegd, Alzheimer is een ziekte die je per definitie diagnosticeert op basis van de biomarkers. Als je er onderzoek wil naar doen. Niet voor de gewone algemene praktijk, maar voor research is het belangrijk dat als we het over Alzheimer hebben, dat we allemaal in de wereld praten over hetzelfde. Namelijk de ziekte die gekarakteriseerd wordt door amyloïd en tau. Dat is dit. Nou is het zo dat we, en dat vind ik zelf heel erg leuk, daar werken we in het Alzheimercentrum aan, dat het net als u bij de dokter komt en er wordt een knobbel geconstateerd en u zegt, ja, is dat kanker en ga ik, wat zijn mijn kansen, gaat het in 5 jaar tijd, ga ik eraan dood of ga ik het overleven? Dan kan de dokter zeggen, ja, in zoveel procent van de gevallen ben u na 1 jaar zo en na 5 jaar zo. Maar het zijn percentages. Dan zeg ik, ja, daar heb ik niks aan, dokter. Ik wil weten, hoe gaat het met mij? Wat vertelt dat over mij? Kan u dat doen? Dat noemen we individuele risicopredictie. En dat vinden we allemaal heel belangrijk. Je hebt niks aan getallen van de groep, want het gaat over jou. Dat geldt hetzelfde voor mensen met cognitieve problemen. Die komen bij geheugenpolykliniek. En je doet al die dingen met een scan. Je doet een neuropsychologisch onderzoek. En je doet misschien wel ApoE. Je doet een MRI, je doet nog eens een hersenvochtonderzoek, je doet een PET-onderzoek. Dan zeg je, ja, als ik dat nou samenvoeg, al die informatie, zegt dat dan iets over mij als individu? Nou, dat is iets wat we aan het ontwikkelen zijn in een app. Je moet met je tijd meegaan tenslotte. Dus dan kijken we of we die informatie in een model kunnen stoppen en dan met een app aan de dokter kunnen geven. En zeggen, nou dokter, u heeft een patiënt van, bij wijze van spreken, 72 jaar en u heeft een MMSE-score van 24. De MRI heeft een beetje hippocampusatrofie, of niet. De CSF, het hersenvocht, is afwijkend of niet. Dan vul je dat in en dan geeft dat een bepaalde risicoscore. In dit geval is het dus een bepaalde patiënt. En als we weten, in het algemeen, als ik niks had geweten van die patiënt, zeg ik, nou, patiënt is 72 met deze score, ja, ongeveer 20% kans dat je in 3 jaar tijd slechter bent dan nu. Maar in dit geval is het niet 20%, maar is het 63%. Vanwege het feit dat de biomarkers afwijkend zijn. 3 keer zoveel kans voor die patiënt die dan voor je zit dat er iets gaat gebeuren al binnen 3 jaar. Dat is relevante informatie. Andersom kan het ook.
Het gemiddelde is 20%. Maar als je de biomarkers allemaal normaal hebt, is het misschien nog maar 5% of 4% voor die individu. Dus dat is heel zinvolle informatie. We zijn daar mee bezig. We hebben dat nu ontwikkeld. We zijn dat aan het testen in andere groepen in de wereld. Of dat klopt, wat wij hebben ontwikkeld. En dat is iets wat we hopen terug te geven aan de artsen van de toekomst. Om dat te gebruiken in de kliniek. Want je kan het ook gebruiken als je denkt van, zal ik een MRI of zal ik een PET-scan of zal ik een hersenvochtpunctie doen? Nou, ik vul gewoon die waardes even in en zeg, nou, als het afwijkend is, boah, dat scheelt een hoop. Dan kan je het zo ook met de patiënt bespreken. Goed. We komen nu aan het minst zekere, maar wel het meest spannende deel van de presentatie. De therapie. Even een stukje actualiteit natuurlijk. Dit hebben jullie allemaal gevolgd vorige week, Volkskrant. Slecht stuk. Slechte journalistiek. Dit was de kop, er zit nog veel meer onder. Maar ik heb even geel gemaakt alles wat er niet klopt. Namelijk, het is niet alleen Alzheimer en Parkinson. Het is ook het onderzoek naar schizofrenie. Ook het onderzoek naar MS, waar ze een middel voor hadden. Ook een onderzoek naar een andere neurologische aandoening. Ze stoppen eigenlijk met de hele lijn van de neurologie die ze hadden in een heel vroeg stadium. Dus preklinisch en vroeg klinisch onderzoek. Dat is wat ze doen. Niet alleen onder vergrootglas Alzheimer. Dat is al één, dat niet klopt. Eén van 's werelds grootste klopt ook niet. Het is de grootste. Dus het is echt niet de minste. Pfizer is groot geworden door een cholesterolmedicijn en door Viagra. En dat maakt dat ze het allergrootste farmabedrijf ter wereld zijn. Nou, allerlei middelen zijn geflopt. Dat klopt, de afgelopen jaren. We hebben veel tegenslag gehad. Maar dat is niet anders dan in andere velden in de geneeskunde. Maar daar hoor je meestal wat minder van. Voordat een middel in de oncologie iets bereikt, voordat het succesvol is, zijn er 99 mislukt. Dat is bij Alzheimer niet anders. Je moet falen om uiteindelijk een beter resultaat later te krijgen. Je moet leren van je failures. Het is alleen omdat het Alzheimer betreft altijd onder een vergrootglas, want er is niks anders. En het gaat ook met veel kosten gepaard. Dat klopt. Maar het is niet zo dat we al 30 jaar aan het zoeken zijn. Dat is niet zo. Eigenlijk kunnen we pas rationele therapie doen sinds we in 2000 die biomarkers hebben. Daarvoor wisten we gewoon niet wat we deden. En dat zeg ik in alle eerlijkheid. De middelen die we hebben, de rivastigmine, de galantamine, die zijn ontwikkeld door patiënten waar we alleen aan de buitenkant een diagnose konden stellen. Maar niks wisten van wat er in het brein plaatsvond. En ik denk dat 30, misschien wel 40% van de mensen helemaal geen Alzheimer had die in die studies zaten. Dus waar zijn die medicijnen eigenlijk voor? Weten we eigenlijk niet precies, maar niet voor amyloïd of tau. Dus het is niet zo lang. En ik ga u dat aan het eind nog even illustreren. Nou, mijn collega uit Nijmegen begrijpt het allemaal wel. Want ja, de ontwikkelingen zijn niet erg hoopvol. Nou, dat vind ik nogal een statement. En daar hebben we veel telefoontjes en veel klachten over gehad. Want hoezo? Is het nu allemaal gestopt omdat Pfizer ermee gestopt is? Is dat zo? Wel, nee. Er zijn nog ontzettend veel fabrikanten, ontzettend veel lijnen van onderzoek die gewoon doorgaan. Alleen Pfizer had gewoon niet echt veel in huis. En dat is de reden waarom ze gestopt zijn. Dus die stoppen en die kijken gewoon rond wat er in de wereld gebeurt. Hebben veel geld, hebben dat in een fonds gestopt. En als er een mooie biotech in Leiden iets ontdekt, gaan ze daarin investeren. Dat kan ik u op een briefje geven. Maar even stoppen. En dat is denk ik verstandig. Dit is ongeveer wat er in de pijplijn zit. En dit is een publicatie van vorig jaar, 2017. Beetje moeilijk te zien, maar dit is onderverdeeld in symptoombestrijding. Er zijn nog steeds fabrikanten die ook werken aan de symptomen. Iets voor het geheugen, iets voor de aandacht, iets voor de taal. Er zijn medicijnen ontwikkeld voor immunotherapie. Dus dat zijn immuunmedierende middelen, antistoffen. Daar kom ik zo nog op terug. En er zijn small molecules, kleine moleculen. Dat zijn hele slimme geneesmiddelen die de bloed-hersenbarrière beter kunnen passeren. En al deze figuurtjes, dat is één middel van een fabrikant. En het kan in rood heeft het met amyloïd te maken, in blauw met tau en in grijs met andere mechanismen. U ziet in één oogopslag, het zijn er verschrikkelijk veel. In verschillende fasen van onderzoek van allerlei fabrikanten, kleine en grote, op in ieder geval drie grote gebieden. En binnen de disease modification, dus binnen het ziektebestrijdend geheel, zijn er middelen van amyloïd, middelen tau en ook middelen die zich op andere dingen richten. Dus het is echt niet klaar. Even inzoomen op dat amyloïd en tau. Nogmaals, de belangrijkste kenmerken van Alzheimer, sowieso onder de microscoop en ook op de scans.
Je kunt in dat amyloïd, die cascade, dus in dat proces van normaal naar ziek amyloïd, kun je proberen in te grijpen. En dat kan, omdat daar verschillende enzymen, secretases noemen we dat, die zorgen dat het fout gaat. Beta-secretase en gamma-secretase zijn enzymen die eigenlijk te hard werken en daardoor slecht amyloïd afleveren. Van slechte kwaliteit, wat giftig is en in kleine klontjes, grote klontjes maakt en plaks maakt. Dat is eigenlijk het proces van de amyloïdplaks. En er zijn remmers voor de gamma-secretase, er zijn remmers voor de beta-secretase en er zijn middelen die proberen dit weg te halen. In tau hetzelfde. Er zijn in tau, dat gaat fosforileren, dat wordt ziek, zal ik dan maar zeggen. Dat wordt als het ware verkeerd gemoduleerd en dat gaat vouwen, dat eiwit gaat klonteren. En dan krijg je ook deze tangles, dat zijn in elkaar gedraaide, geklonterde tau. Tangles heet dat. En daar kun je ook anti-tau-medicatie op toepassen. Dat zijn twee kenmerkende dingen voor Alzheimer. Hier zien ze nog even alle drie in één plaatje. Het is misschien wat ingewikkeld, maar ik heb u hoog ingeschat. Van APP naar ziekmakende plaks. Dat gaat via de beta-secretase eerst, de gamma-secretase daarna. Dan hebben we nog een heel gemeen enzym, dat heet QC. Dat is een verschrikkelijk naar enzym. Daar heb je niet veel van, maar die produceert nog eens een keer een extra toxisch, giftig amyloïd. En dat tezamen zit allemaal in die rot plak. En dan heb je ook nog de narigheid dat die oligomeren, die kleine flintertjes, die reageren ook nog eens een keer direct op de overgang tussen de verschillende neuronen, de synapsen heet dat, de boodschapper, contactpuntjes zal ik dan maar zeggen. Dus voordat de plaks ontstaan, is er al schade ontstaan en krijg je al klachten. Wat wordt er gedaan nu? Er zijn verschillende studies onderweg met die beta-secretase. Als je dat kan remmen, dan vorm je dus minder giftig amyloïd. Het gamma-secretase komt helaas ook in de huid en in het hart en in het oog voor. Dus als je dat remt, dan heb je ook bijwerkingen. Dus je moet het niet remmen, je moet het als het ware moduleren. Je moet het tweaken om te zorgen dat het niet dat giftige amyloïd helpt ontstaan. Er is één bedrijf wat het QC-enzym, een hele zeg maar, potente stof heeft ontwikkeld om dat QC-enzym te remmen, waardoor er niet dat extra giftige amyloïd ontstaat. Er zijn bedrijven die werken nu om die oligomeren, dus die kleine flontertjes, voordat ze plakken aan elkaar, om die alvast weg te halen. Er zijn veel bedrijven die werken aan het verwijderen van de plaks. Er zijn bedrijven, dus een heel mooi bedrijf uit Tsjechië, wat werkt met een vaccin tegen tau, wat inmiddels in een verdere fase wordt gebracht. Er zijn veel bedrijven die werken aan antistoffen tegen tau. En er zijn nog ontzettend veel andere mogelijkheden. Dit is een voorbeeld van iets waar we wel blij van werden. Dit is een antistof tegen amyloïd plaks. En die antistof is gemaakt uit normale mensen. Dus niet uit de muis, maar uit normale mensen. Uit mensen die heel oud werden in Zwitserland, in een onderzoeksgroep. 90 en ouder, niet dement. Fantastisch goed functionerende hoogleraren van de Universiteit Zurich. En die onderzoekers die begrepen, die zeggen, hoe kan dat nou? Want als je 90 bent, dan heb je 50% kans om Alzheimer te hebben. Maar die mensen die zijn nog hartstikke goed. Hoe komt dat? Nou, misschien wel omdat hun immuunsysteem die Alzheimer als het ware zelf al aangepakt heeft. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben die hoogleraar gevraagd, doe eens even wat bloed. En ze hebben in dat bloed gekeken en daar vonden ze antistoffen tegen amyloïd. Tegen eigen lichaams-eigen amyloïd. Via een heel ingewikkeld proces hebben ze die antistoffen van die patiënten, van mensen, geen patiënten, mensen, hebben ze tot een medicijn gemaakt. Met behulp van een fabrikant, Biogen, hebben ze dat uiteindelijk in een setting kunnen brengen waarin het getest werd op mensen. Dus uit de mens naar de mens. En dit was verleden jaar, 2016, een hoopvolle publicatie. Hier heeft u... Wat je dan doet is mensen selecteren in een zo vroeg mogelijk stadium. Want als één ding duidelijk is, dan heb ik het misschien nog niet gezegd. Maar als je die ellende wil voorkomen, zul je er echt ontzettend vroeg bij moeten zijn. Want het stadium van plaks en heel veel klachten is eigenlijk al te laat. Dus je moet mensen hebben met relatief weinig klachten, met weinig stoornissen, maar wel al de ziekte. Ja, dat kan je met die PET-scan aantonen, dus een abnormale PET-scan. En die behandel je met een placebo of met de antistof. En dit was een fase 1 studie waarbij ze ook nog niet wisten welke doses ze precies moesten hebben. Dus opklimmende doses, 1, 3, 6 en 10 milligram per kilogram lichaamsgewicht. En u ziet hieruit, dit is een mooi trapje, placebo doet niks op de PET-scan. En hoe hoger de doses, dan is er een reductie van de hoeveelheid amyloïd op de PET. En u ziet dat ook
visueel weergegeven. Je begint hier en je eindigt met de hoogste dosering. Zien die PET-scanners er bijna normaal uit. Dit is abnormaal, dit is normaal. Ja? Nou, meteen erbij zeggen, we behandelen geen PET-scans. Maar dit is een methode om te meten wat het doet in het lichaam. Werkt het? Doet het wat het zou moeten doen? En, wat heel belangrijk is, is er een dosis-effect? Dus hoe meer je geeft, hoe beter het effect. En dat is altijd in de biologie een belangrijk argument om te zeggen, het zal wel iets doen. Want hoe meer ik geef, hoe beter het effect is. Dat deed het ook op de kliniek. Niet na een half jaar, maar wel na een jaar. En dat geeft ook aan, denk ik, als je in die hersenen bezig bent en je haalt die plaks weg en je probeert die schade dus te beperken, of en de hersencellen die nog werken krijgen dan weer de ruimte om met elkaar te communiceren, dan zie je dat met de hoogste dosering de achteruitgang in een jaar veel kleiner was dan in de placebo-groep. Nou, dit is geen reden om de champagne te ontkurken en te zeggen, we zijn er. Zeker niet. Dit is maar fase 1. En wereldwijd op dit moment, ook bij ons in Amsterdam en echt op heel veel plekken in de wereld, vindt de fase 3-studie nu plaats. Maar die moet jaren duren. Want je moet dus over een langere tijd bij heel veel mensen met de 6 en de 10 milligram dosering, moet je mensen behandelen. Langere tijd. En daarom in de NRC-artikel heb ik gezegd dat die studie is klaar in 2020. En dan zullen we weten of dit effect op grote schaal gereproduceerd kan worden. Want dat is de kern van de wetenschap. Als het niet waar is, kan het niet gereproduceerd worden. En als het waar is, dan is het het begin. Dan is het kennelijk mogelijk om die ziekte te beïnvloeden. En dan hebben we beet. En dan is dat het begin voor vele andere therapieën die nog gaan volgen. En combinatietherapieën. Want als één ding duidelijk is, Alzheimer is zo complex. Alleen al die twee eiwitten, maar ook nog al die degeneratie, al die schade die ontstaat, is zo complex. Je zult A, heel vroeg, maar B, waarschijnlijk ook tegelijk meerdere dingen moeten willen behandelen. Waaronder natuurlijk ook de levensstijl. Goed, wat is dan de toekomst? Dit is weer een Nature-stuk van collega's van mij uit Amerika. Die dit hebben geclaimd. Stop Alzheimer voor het start. En wat bedoelen ze dan? Voor de start van de narigheid in de hersenen. Dus voor het proces van het amyloïd echt vol op gang komt. En waarom doen ze dat? Zij zeggen dus, je hebt die amyloïdplaks, die treden op. Je hebt de tau, treden op. Daarna heb je de cognitieve achteruitgang. Dat gaat zeker wel 15 jaar voor de klachten. En er is nog een periode dat je normaal bent, maar dat het wel al begint, bij wijze van spreken. En het model hiervoor zijn de mensen met een mutatie. De mensen die een genetische variant hebben van de ziekte van Alzheimer. En u heeft misschien vorig jaar Pauw gezien toen ik daar was met een paar jonge mensen. Een mevrouw van 37 en een mevrouw van, een meneer van 52. Die hebben dat. Dat komt in Nederland ook voor. Het zijn families waar het in elke generatie voorkomt. En die mensen zijn extreem, extreem gemotiveerd om mee te doen aan onderzoek. Want die weten gewoon, ik heb het gen. Dat betekent dat ik over 10, 15 jaar er niet meer ben. En dat ik in die tussentijd heb ik gezien hoe het met mijn moeder ging. Dat wil ik niet. Dus ik wil meedoen aan onderzoek. Dus er is een grote wereldwijde consortium van onderzoekers die naar deze soort patiënten kijken. En gelukkig doen we dus ook geneesmiddelenstudies. Dit soort antistofstudies wat ik net liet zien, maar ook andere vormen van medicatie worden op deze mensen nu, terwijl ze zo jong zijn, gaan ze toegepast worden. Dat kon daarvoor niet, omdat alle medicatiestudies die ik ook doe, die beginnen bij 50 of 55. Dus deze mensen zijn er per definitie van uitgesloten. Maar ze zijn zo gemotiveerd. Ik heb patiënten gehad die mij echt bij de strot geven. Zeg, je moet wat doen. Ik ben verdorie 35. Waar mag ik niet meedoen aan het onderzoek? Ja, dat mag niet. Volgens de letter. Maar dat kan dadelijk wel. En we gaan dat ook, als alles goed gaat, 1 april, mei, gaan we dat zelf ook doen in Nederland. En ik heb al heel veel families nu weer gekregen die mij bezochten naar aanleiding van die uitzending. We gaan daar nog wat meer reuring aan geven. Want er zijn mensen die echt daarvoor in aanmerking willen komen. Maar dan ben je dus eigenlijk heel vroeg bezig in dat proces en kun je het misschien wel stoppen en worden die mensen niet dement, want daar gaat het om. En dus moet je er überhaupt heel vroeg bij zijn, want wat je ook wil, dat hebben we wel geleerd en al die failures en al die studies en al dat geld heeft ons één ding in ieder geval geleerd. Je moet er veel beter en veel eerder bij zijn. Je moet de patiënten veel beter goed kwantificeren, goed diagnosticeren, dat wou ik zeggen, en veel vroeger.
Nou, wat doe je dan? Je kunt dus een dag, dat doen we hebben nu twee keer gedaan in onze geheugenpoliklinieken, een zaterdag organiseren waarin we zeggen, nou kom allemaal maar, doe eens een geheugentestje en kijk eens hoe je ermee staat. Dan ben je geïnteresseerd om mee te doen een onderzoek, schrijf je in. En dat hebben we nu in hersenonderzoek.nl, daar kunt u gewoon heen. Dat is een site, daar kunt u zich inschrijven. Dan kunt u ook zelfs testjes doen en dan kunt u zeggen, ja, ik ben geïnteresseerd om mee te doen. Vraag mij voor onderzoek, want ik wil meehelpen aan de oplossing. En dat kan via hersenonderzoek.nl. Alle vormen van onderzoek. We werken met heel veel mensen samen. Ook iemand die Parkinson-onderzoek doet, die kan bij ons aanhaken en zeggen, joh, ik wil eigenlijk iets testen bij mensen in een heel vroeg stadium. Mag ik eens vragen aan die mensen of die komen? Dus het is echt een dialoog. Maar je schrijft jezelf in. U geeft toestemming om u te worden benaderd. We doen, dat is dus iets wat lijkt op Brain Health Registry. Dat is in Amerika ontwikkeld. Dat is ongeveer hetzelfde. Doen we ook European Prevention of Alzheimer's Dementia Consortium. Een groot consortium van veel Europese landen en onderzoekers samen. Die grote groepen mensen eigenlijk in een heel vroeg stadium verzamelen, volgen. En als het ware klaar zijn voor een nieuw trial als die voorbij komt met medicatie X, Y of Z. En dit is die Dominantly Inherited Alzheimer Network waar ik het net over had. Dat zijn de mensen met het gen. Waar we ook aan werken met z'n allen zijn, dat wordt mij ook vaak gevraagd, bloedmarkers. Kan het nou niet simpel met een bloedtest in plaats van die scan en die hersen en die ruggenprik, verdorie, dat wil ik niet. Dat zou namelijk een opening geven naar screening, zoals we dat met borstkanker en met andere vormen doen. Want als je een simpele test hebt, zou dat kunnen. Dat kunnen we nu niet, want die test is er niet. En bovendien hebben we geen therapie, dus dat is nu echt nog niet aan de orde. Maar aan die bloedtest wordt wel gewerkt. Want het zou heel goed kunnen zijn dat je dat amyloïd en tau en misschien andere dingen al wel al in het bloed kunt detecteren. En dat zijn de eerste studies. Later daar nu, dit is een groep uit Amerika die met een bepaalde techniek in het bloed naar de 40-42 concentratie in het plasma kijkt. Dus, en die vindt dat bij mensen die op de scan afwijkend zijn, vindt hij inderdaad dat dat lager aanwezig is in het bloed. En dat is belangrijk, want je hebt eigenlijk voor zo'n test heb je een hele sensitieve, gevoelige test nodig die echt zegt, deze persoon hoeft niet verder getest te worden, want die heeft het echt niet. En als het afwijkend is, moet die wel getest worden. Moet je dus een PET-scan of iets anders doen. En zo'n soort van screeningstest, daar zijn er verschillende van op dit moment in ontwikkeling. Dus, ik denk dat we uiteindelijk heel erg toegaan naar primaire preventie. Dat we mensen in een heel vroeg stadium door middel van een hele gevoelige test selecteren van, hey, u heeft risico om dat te krijgen en we gaan u nu alvast behandelen. Toekomstmuziek. Daarvoor heb je nodig, dat hebben we nu al, registries, hè, dat hersenonderzoek.nl, wat we nu al doen, om mensen nu al in een vroeg stadium te betrekken. Combinatietherapieën, geloof ik heilig in. Amyloïd, tau en lifestyle. Er zijn dus een paar voorbeelden, heb ik al even genoemd. Maar waar we uiteindelijk naartoe gaan is dat we die ziekte, die allemaal als dementie is een paraplu-term, wat ik al in het begin zei, de onderliggende ziektes, die moeten we behandelen. Een beetje zoals we in kanker ook doen. Ik weet niet, toen ik opgeleid werd als co-assistent, toen een internist, die hing dan de foto op en die zei, kijk, er zit een lesie, een ronde lesie. Dat is kanker van de longen. Dat gaan we bestralen. Meer had je niet. Maar we wisten helemaal niet wat het precies was. We wisten helemaal niet wat voor soort kanker het was. Dat konden we in die tijd, maar heel moeilijk. Je kon nauwelijks een biop doen. Nu zeggen we, ja, dat is een lesie, maar wat is het voor lesie? We prikken erin en we kijken naar het genetisch profiel van die longkanker. We kijken naar het biochemisch profiel. En voor heel veel van die verschillende longkankertypes zijn verschillende therapieën. Het maakt ontzettend veel uit welke vorm je hebt. Daar gaan we in de hersenen ook naartoe. Maar het duurt alleen nog eventjes. En waarom duurt het even? Omdat we gewoon later begonnen zijn, dames en heren. Het is allemaal een kwestie van geld, aandacht en tijd van onderzoekers. Dit is Richard Nixon, u kent hem nog. Althans, de jongeren onder u niet. Maar dit was een president die in 1971 de War Against Cancer ondertekende. Nog wel meer oorlogen gedaan, maar dit was een belangrijke oorlog. De War Against Cancer, 1971, ondertekende een bill, een wet, dat er geld moest gaan naar onderzoek voor kanker. 1971. Ik zei u al, toen wist de Alzheimer, dat is helemaal niet in vragen. Men had het er eigenlijk niet over. Ja, het was een zeldzame ziekte, ooit door meneer Alois Alzheimer in 1906 beschreven. Totdat. Heel goed. Het is toch een heel hoog opgeleid publiek, hè? Kijk, ja.
Ronald Reagan, 1993, schreef hij My Fellow Americans. Deze brief staat afgedrukt in ons boek, Het Alzheimer Mysterie. Moeilijk te lezen, heeft een beetje een klein handschrift. I have recently been told that I am one of the million Americans that will die because I'm afflicted with Alzheimer's disease. Dat zei hij in 1993. Ik weet het nog, want toen was ik net neuroloog. En dat heeft een enorm effect gehad. Plotseling wisten Amerikanen dat Alzheimer een ziekte was, want hun president had het. En er werd plotseling ook heel veel geld in het onderzoek gestoken, zoals in de War Against Cancer. De NIA, de National Institute of Aging, kreeg geld om onderzoek naar Alzheimer te promoten en te doen. Dat is 20 jaar na de War Against Cancer. 20 jaar, 1993. Hoe lang geleden is dat? Niet zo lang. Dus het is niet zo dat we al 30 jaar op zoek zijn. Het is helemaal niet zo. We zijn eigenlijk pas sinds 1993 echt serieus. En pas sinds de jaren 2000, sinds het millennium, echt heel goed, beter bezig met het onderzoeken van Alzheimer. Wat het is, hoe het in elkaar steekt en wat je er tegen kan doen. En daar zit gewoon een enorm tijdsfactor in. En ook geld. We hebben nog steeds veel minder geld in het Alzheimer-onderzoek dan in het oncologie-onderzoek. Ik klaag niet, maar het is echt ongeveer 30 keer zo weinig. Goed, ik dank u voor uw aandacht. Dit is de meest recente foto van de groep. U ziet daar de trotse dokters, het medisch team, altijd in het wit. Doen we bewust, zodat u weet het verschil. Nee, flauw. Maar en dit zijn al mijn onderzoekers. En u kunt het niet zien, maar het zijn 70-75% is het vrouw. En dat is omdat die slimmer zijn en beter weten wat ze met hun toekomst willen. Dank u wel. Simon Keats, één nummer, gezien de tijd. Wat ga je voor ons doen? Heart of a Woman heet het liedje. Jij zit vaker bij ons. Als mensen jou vaker willen zien, waar kunnen ze terecht? Kunnen ze jou ergens vinden? Op het net. Het web. Ja, simonkeats.nl. En dan vind je alles. Oké. Okay. En het nummer was? Heart of a Woman. Heart of a Woman. Ga je gang. I'm gonna make it. Gonna pack my stuff. Gonna bury my sorrow in the heart of a woman. In the heart of a woman. Yeah. Yeah. There's a lot going on. Yet I try to be strong. How I really long for the heart of a woman. Catch a blade. Gonna find my way. Gonna take what's mine in the land of the living. In the land of forgiveness. Yeah.
story. I will let it go. Gonna find my glory in the land of the living, in the land of forgiveness. Yeah. Dankjewel. Tot de volgende keer, denk ik. Willy Gareveld, mag ik jou verzoeken? Hij is psychiater, GGZ Breeburg en gespecialiseerd in ouderen. Ouderenpsychiatrie. Ouderenpsychiatrie. Ja. Aan tafel zei je van ja, ik weet het nog niet of we überhaupt een medicatie, een medicijn, echt een medicijn kunnen vinden. Ja. Maar nou heb je Philip Scheltes gehoord. Ja. Wat vind je ervan? Ja, nou in de eerste plaats vond ik het een mooie presentatie, een heel mooi overzicht. Maar als het specifiek om de medicatie gaat, dan denk ik inderdaad dat we geen medicijn gaan vinden tegen de ziekte van Alzheimer. Ik heb daar een aantal vragen over, ook voor Philip Scheltes geformuleerd, dus die zal ik zo stellen. Ja. Maar gelijk maar beginnen dan. Ja, doe maar. Oké, ja. Dan wil ik als eerste vraag voorleggen van hoe zie je eigenlijk de ziekte van Alzheimer? Bestaat er eigenlijk wel een ziekte van Alzheimer, als ik het wat anders formuleer? Of moeten we beter spreken van het klinische beeld van een dementie van het Alzheimer type versus een spectrum van Alzheimer-achtige aandoeningen? Want je hebt het wel over een zuivere Alzheimer, maar volgens mij heb je het dan over een heel specifiek subtype met specifieke genafwijkingen. En die kun je toch niet echt vergelijken met andere varianten van Alzheimer. Misschien wel wat betreft tau en amyloïd, maar in een hele hoop andere opzichten niet, denk ik. Ja, terechte vraag. Welk punt zal ik het eerste nemen? De ziekte van Alzheimer is een ziekte die, zoals ik ook liet zien, waar we nu aan denken, gedefinieerd wordt naar... Doet hij het? Ja. Naar eigenlijk terug naar meneer Alzheimer zelf, naar het bestaan en het hebben van amyloïd plaques en tangles. En omdat je die nu bij het leven kunt waarnemen, hebben we nu gemeend om voor research, als je het hebt over het Alzheimer ziekte, om het als zodanig te benoemen. Dus de ziekte van Alzheimer zijn de mensen die dat primair hebben. En ik moet zeggen dat natuurlijk in de puurste vorm, dat zijn de mensen die het jong genetisch hebben, maar dat is natuurlijk een uitzondering, dat is minder dan 1%. Maar er zit nog een heel stuk tussen van mensen die ook relatief jong zijn, tussen de 50 en de 70, 75. En dat kruipt omhoog, waarbij eigenlijk de pathologie relatief zuiver is en alleen die twee aanwezig zijn. Waar jij het over hebt is iets wat heel belangrijk is, omdat het een grote groep mensen betreft boven de 80, waar meerdere pathologieën tegelijk zijn. Waarbij je eigenlijk niet meer spreekt van de ziekte van Alzheimer, maar waar we dan nu ook, en zeker als je niet de beschikking hebt over die biomarkers, maar het beste kunt spreken van dementie van het Alzheimer type, zoals we het eigenlijk in de jaren 80 ook deden. Omdat ze zeggen, ja, daar zit wel Alzheimer, zeg maar, kenmerken in, maar we weten niet zeker of het alleen maar die pathologie is. Er zit nog veel meer bij, dus dan is het zuiverder om het zo te noemen. Maar ik bestrijd dat de zuivere vorm van de ziekte van Alzheimer heel relatief zeldzaam zou zijn, omdat er een grote groep mensen is. En dat is ook aangetoond, ook in de Rotterdam-studie, dat de mensen van nu gezondere breinen hebben, minder vaatschade hebben dan 30, 20 jaar geleden. Dus die hoeveelheid gemengde pathologie treedt pas op veel en veel later. Oké, dat sluit een beetje aan bij een andere vraag die
in mij opkwam. En dat ging over het roken. Ja. Maar je liet zien dat roken misschien wel bijdraagt aan betere gezondheid van mensen. En daarmee aan een daling van het aantal mensen met Alzheimer. Maar we weten uit de epidemiologie dat roken juist leidt tot, door roken gesterfte, tot minder Alzheimer. Maar daarnaast weten we... Ja. De beste therapie. Het is de beste therapie, precies. En daarnaast, dat wil ik ook nog eens voorleggen, zijn er onderzoeken met medicatie die specifiek op die nicotinereceptor aangrijpen. Dus nicotineachtige stoffen, zal ik zeggen. Nicotine-agonisten noemen we dat. En die lijken iets op te gaan leveren. Ja, klopt. Nee, waarschijnlijk heb ik het niet goed gezegd. Wat je zag in die daling van de incidentie bij die Engelse groep mensen, wat het met name mannen betrof, gaat eigenlijk over het hele vasculaire spectrum. En ik noemde er even het roken. Dat mannen relatief meer baat hebben gehad bij het algemeen beter behandelen van bloeddruk, roken, cholesterol, suiker en de hele mikmak. Dat staat ook in het artikel letterlijk genoemd. Ik noemde even het roken als voorbeeldje. Maar roken op zich is natuurlijk heel erg slecht en leidt inderdaad tot minder Alzheimer omdat je eerder doodgaat. Dus dat moet zeker niet een aanbeveling zijn. Nee. En het tweede is de nicotine receptor. Dat klopt zelfs in galantamine en rivastigmine. Dat zijn cholinesterase-remmers die ook deels de nicotine receptor aangrijpen. In mijn jeugd hebben we ook nog gewerkt met middelen die heel specifiek nicotinerig waren. En er zijn nu weer een nieuwe host van, dat liet ik zien in het onderste kwadrant, daar zitten symptoomverbeterende middelen. Daar zitten weer nicotine-agonisten bij. En die blijven maar onderzocht worden, omdat wat we weten van het roken, degene die dat nog doen, dat je inderdaad kortdurend je concentratie iets lijkt te verbeteren. Maar dat kun je veel beter doen met een medicatie. Ja, en we weten ook uit direct experimenteel onderzoek dat ze de plakvorming kunnen remmen. Ja, op de lange duur wel. Ja, zeker. Yes, ja, oké. Okay. Ja, ik had nog twee vragen. Ja. En de volgende vraag die gaat over het optimum van dosering. Je noemde een aantal middelen, waaronder aducanumab en beta-secretase remmers. En dan sprak je uit van er is een bepaald optimum van dosering. Maar van bepaalde van die medicatie weten we ook als je hoog doseert, dat je heel veel, in elk geval radiologische afwijkingen gaat vinden in de hersenen. Ja. Bloedingen, hersenuitdeem en nog andere afwijkingen. Ja. Dus hoe ver moet je daarin gaan? Klopt, ik ben blij dat je dat vraagt. Dat is een, heb ik niet genoemd, maar wat we in de middelen, de antistoffen die ik liet zien, de aducanumab, en je hebt verschillende van die varianten, gantenerumab en bapunezumab, die hebben in de hogere doseringsgroepen krijgen die bijwerkingen in de zin van ontstekingsachtige verschijnselen in de hersenen die je oppikt met een MRI-scan. Daar zie je wat zwelling ontstaan en je ziet soms ook kleine puntbloedingjes ontstaan. En daarom is men huiverig om die doseringen toe te passen. En dat heeft tot gevolg gehad dat een aantal van die middelen het niet heeft gehaald omdat ze eigenlijk te laag gedoseerd zijn. En nu zijn we bezig om te kijken waar de grens is die je kan opzoeken. Hoe hoger je kan, is zeker beter om het amyloïde te verwijderen. Maar heb je ook bijwerkingen? De vraag is of we daar niet wat krachtiger in moeten zijn. Omdat we kanker eigenlijk, of dat we net als in de kanker Alzheimer moeten behandelen als een dodelijke, nare, agressieve ziekte. Dan zou je ook best wat hoger kunnen gaan om die bijwerkingen voor lief te nemen. Mits je ze goed in de hand kunt houden en kunt controleren. En dat is het voordeel van dit soort dingen. In die studies kun je ze heel nauwkeurig met MRI monitoren. En we weten ook dat als je de dosis iets omlaag doet, dat het dan weer verdwijnt. En dan kun je daarna opnieuw de dosis omhoog doen, komt het niet meer terug. Dus daar is een manier om te monitoren. En ik zeg jongens, ga hoger met die dosis, want we hebben dat effect nodig. Maar wees niet al te bang voor bijwerkingen, want dat doen we in andere ziektes ook. Oké, en als we dat nou toepassen op vaccinatie? Ja. Nou, dat is grappig dat je dat zegt, maar er zijn mensen uit de griepwereld en anderen die zeggen er is niet zo veilig als een vaccin. Want wat is een vaccin? Eigenlijk is een verzwakt agens, een griep, virus of iets anders. En dat triggert je eigen immuunsysteem. Nou, met de vaccinaties die we nu aan het ontwikkelen zijn ook verzwakte vormen van amyloïd, kleine stukjes, die je als het ware geeft. En dan gaat het eigen immuunsysteem. Dus het eigen immuunsysteem kan in principe geen bijwerkingen geven. Waar jij aan refereert, is één studie in het allereerste begin, in de jaren 90, toen we een vaccin hadden tegen het hele amyloïd eiwit. En dat bleek achteraf echt een vergissing, want dat triggerde een massale reactie van de hersenen, waardoor mensen inderdaad ziek werden. Daar is veel van geleerd. De huidige vaccinaties zijn heel erg
kleine fragmentjes van het amyloïd is al genoeg om een antistofreactie op te wekken. En die zijn echt relatief veiliger nog dan de antistoffen die we toedienen van buitenaf. Oké, dankjewel. Ja, ik denk dat we dan naar de zaal moeten. Ik hoor een heleboel dingen die puur op de medicatie, op vaccin bijvoorbeeld, ingaan. Maar ik hoorde je het straks ook zeggen. Er is winst te halen bij vroeg detecteren, bij eigenlijk het soort maatschappelijk bewustzijn. Je bent niet burn-out, je hebt misschien wel Alzheimer. Je overziet het veld. Hoe schatten jullie in dat de samenleving hier klaar voor is, voor deze kennis, voor deze wetenschap, van we moeten er veel vroeger bij zijn. We moeten veel alerter zijn. We moeten er veel meer geld natuurlijk, oké. Okay. Maar zijn wij daar klaar voor? Of wij daar klaar voor zijn, dat mag de zaal beantwoorden. Maar is jouw idee dat... Nee, dat denk ik niet. Nee. Nog steeds niet. En ik denk ook dat is de reden waarom ik 2 keer per week ergens optreed. En waarom we ook cursussen voor onze collega's geven. De awareness, om het maar even rot Nederlands te zeggen, is nog niet zo ver dat je eraan denkt dat Alzheimer bijvoorbeeld op een veel jongere leeftijd kan voorkomen. Dat je even die sprong maakt van, ja, zeg ik nou niet te snel burn-out, moet ik niet iemand toch verwijzen? Ik moet wel zeggen, de jongere generatie huisartsen zit daar beter in dan de generatie daarvoor. Je ziet ook aan het aantal verwijzingen wat wij krijgen, wat eigenlijk binnenkomt in een vroeger stadium dan 10 jaar geleden. Dat kan ik meten. Dus mensen komen zelf al veel vroeger dan dat ze eerder kwamen. Wordt ingewikkeld. Dus je ziet wel dat die verschuiving optreedt. Ik zeg altijd maar, neem de klacht serieus. En geheugen wordt al zo vaak gedaan. Ja, maar ik heb ook een slecht geheugen. Je moet niet zo zeuren. Nee, als mensen klachten hebben, als andere mensen klachten over je geheugen hebben, is een kleine moeite, ga naar de huisarts. Doe de basisset die de huisarts volgens de richtlijn moet doen. En als die geen pluisgevoel heeft, zijn er heel veel geheugenpoliklinieken in Nederland die fantastisch goed werk doen. Ja, ik denk als we terugkijken naar de afgelopen 20 jaar... dat Alzheimer misschien heel geleidelijk aan uit een taboesfeer is gekomen. Dus het is bespreekbaar, het is een onderwerp. Hè. Dus in die zin, praktijk op. Ja, dat merk ik. In die zin hebben we heel veel winst. En ik merk dat zelfs bij huisartsen, hè, die het vroeger niet bespraken of niet benoemden naar hun patiënten. Ja. Maar aan de andere kant, als het gaat om specifieke kennis, dan is er nog heel veel te doen. Daar ben ik het wel mee eens, ja. Is er een mogelijkheid om die screening, want daar had je het er straks over, daar hebben wij het aan tafel eigenlijk ook even over gehad, van kun je het vooraf detecteren? Kun je er zeggen, oh ja, klopt, kans zoveel. Is er een mogelijkheid dat wij dat nog meemaken? Ja. Nou, wij zijn ongeveer even oud, denk ik. Nou, wij. Ja, nee. Ik ben er heel voorzichtig in, want die vraag wordt heel vaak gesteld. Vandaar dat ik hem ook benoemde. Ja, ja. Maar luister, nog eventjes voor screening. Zoals we dat succesvol doen nu ook voor coloncarcinoma, voor dikke darmkanker. Hè, 1 keer in de 2 jaar. Voor borstkanker, voor baarmoederhalskanker. Dat is succesvol omdat we A, een test hebben die bijna 100% gevoelig en specifiek is. En B, een goede therapie hebben. Okay. Beide voorwaarden zijn nog niet voldaan in ons veld. En echt, daar gaan we naartoe. Maar ik weet echt niet hoe lang het nog gaat duren. Maar ik hoop wel dat jij en ik het nog gaan meemaken. Maar, je zei van bepaalde onderzoeken, die zijn in 2020 afgerond. Ja. Dan weet je na wat bestudering 2021-2022 weten wij of we op bepaalde terreinen echt stappen kunnen maken. Ja, zeker. En dan zal ook blijken dat je dat soort therapieën waarschijnlijk veel vroeger moet geven dan dat we nu doen. Want zelfs in deze studies zitten nog mensen die eigenlijk al klachten hebben en ook al een defect hebben, een stoornis hebben. En ik denk dat we daarom, er zijn nu al studies lopende met die beta-secretase-remmers, die overigens bijna geen bijwerking hebben, lopen studies van 5 jaar bij mensen met die geen klachten of milde klachten hebben. Dus die lopen ook nu al. Ja. En als dat succesvol is, dan opent het de weg naar eventueel screening op populatieniveau, mits je een marker hebt die 100% echt geen fout positieve mensen aflevert. Maar dan hebben we het over een subgroep van patiënten die je daarmee zult kunnen behandelen. Sorry? Dan hebben we het over een subgroep van mensen die je daarmee zult kunnen behandelen. Ja, dat is de vraag. Dus welke groep, zeker, dat weten we niet. Maar nogmaals, ik geloof niet dat er voor de hele groep patiënten met een dementie ooit een geneesmiddel komt. Maar subgroepen van patiënten die goed gedefinieerd zijn in een vroeg stadium wel. Dat denk ik ook. Gaat de GGZ die screening doen? Nou, voor een klein stukje misschien, maar niet die biomarkerscreening. Nee, die biomarkerscreening in een laboratorium. Ja, 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 ja. Die zal bij de neurologie maar blijven. Maar je gaat het als het goed is drukker krijgen. Dat heb ik nu al drukker.
Ja, we hebben het vooral druk binnen de GGZ met dementerende mensen in combinatie met psychiatrische symptomen en gedragsproblemen. En dat zijn de mensen die, die lastig thuis kunnen zijn en lastig in een verpleeghuis kunnen verblijven. Ja. En dan komen ze binnen de GGZ terecht. Ja. Maar voor de rest richten wij ons niet heel specifiek op de diagnostiek van dementie. Dan is de diagnose al lang gesteld. En dan gaat het om ontsporing in het kader van de dementie in feite. Ja. Maar jij merkt waarschijnlijk ook, als ik een vraag aan jou mag stellen... Ja. Dat mensen allemaal langer thuis blijven met dementie. Het moet allemaal langer thuis. Ja. Dat de mensen die uiteindelijk bij jou komen er eigenlijk slechter aan toe zijn dan vijf jaar geleden. Het schuift op, ja zeker. Het schuift op. Ja. 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 Brandende vraag, we hebben nog 10 minuutjes en dan stoppen we. Echt brandende vraag uit de zaal. Meneer daar. Oh. Daar hebben we een microfoon. Ik weet het. Zal ik op eigen stem... Dat vind ik altijd zo'n leuk ding, ja. Ja. Nou moet hij eerst zoeken naar de microfoon. Ah, ja. Hij doet het. Gewoon erin praten. Ja. Gewoon erin praten. Ik dank u. U bent een goed werper. We hebben veel gehoord over vroege detectie en onderzoek bij mensen op jeugdige leeftijd. Maar aan de andere kant van de schaal... zitten natuurlijk mensen die het hele proces al doorlopen hebben en daarom ook een zeer dankbare onderzoeksgroep zouden moeten zijn. In Amerika heeft men ooit eens een hele grote groep nonnen onderzocht die gemeen hadden dat ze allemaal hoogbejaard waren. En bij onderzoek in deze non-study is gebleken dat heel wat van die nonnen, en ik hoop graag van professor Schultens te horen hoe groot dat aandeel was, heel wat van die mensen vol zaten met plak en toch scherp van geest waren. En in dat kader is misschien ook te noemen onze landgenote Hendrikje van Andel, die ik denk 1 jaar of 10 geleden overleed op 115-jarige leeftijd en haar hersenen ook voor onderzoek ter beschikking heeft gesteld. En als we het dan toch over oude mensen hebben, in eigen land, bij professor Schultens zelf, zijn we in de afgelopen zomer begonnen met een populatie van 100-plussers. Als u dat hele complex samen zou kunnen nemen, kunt u ons dan iets vertellen over de waarde van onderzoek van oude mensen met of zonder plak? Heel goed. Ik ga proberen om het kort te beantwoorden, want er zijn vast veel vragen. In omgekeerde volgorde. Hendrikje van Andel is 115 jaar oud geworden, de oudste Nederlander tot op heden. Zij had heel veel dingen meegemaakt in haar leven en heeft helemaal niet zo'n gezond leven geleid. Behalve dat ze elke dag een haringtje had. Dat was haar credo. Na de dood zijn haar hersenen onderzocht en heel bijzonder zijn die hersenen. Echt, die tonen nauwelijks Alzheimer-afwijkingen. Dus zij is de uitzondering aan die kant van het spectrum dat je zeer oud kunt worden zonder Alzheimer-afwijkingen. Wat vaker voorkomt, dat zien we in ons 100-plus onderzoek ook, de mensen die we nu al ter obductie hebben gekregen en ook met scans hebben onderzocht, ongeveer 50% van de 100-jarigen en ouder die geestelijk goed is, heeft wel degelijk Alzheimer-afwijkingen in de hersenen. En dat is A, niet zo verbazend, ik heb het ook eerder gezegd, dat komt voor, want je kunt alleen het amyloïd zelf, als het niet aanleiding geeft tot schade verderop, dan kun je daar goed mee leven. En kennelijk is dat stoppen van die cascade of het niet ontstaan van schade gelegen in of een genetische beschermende factor of een immuunfactor. Kennelijk is het immuunsysteem van die mensen heeft het geheim in handen, zoals ook die Zuriger 90-plussers. Dus dat is twee. En het derde, even wachten, anders vergeet ik het. En het andere is, de nun-study was heel bijzonder, maar het zijn dus mensen die ter obductie kwamen. Het zijn hele oude nonnen boven de 90 die onder de microscoop kwamen. Dat is altijd een subgroep van mensen die dus na de dood, zie je dan. Een aantal van die hadden inderdaad plaks. En de mensen die dement waren, de nonnen die dement waren, hadden altijd plaks plus vasculaire schade. Maar, dan praten we nu wel over de jaren 80. Want de nun-studie is uit 1987, Chicago. En dat is echt een periode waarin we veel minder nog letten op bloeddruk. We hadden nauwelijks cholesterolremmers, et cetera. Als je nu kijkt naar de 90-plussers onder de microscoop, zien die er beter uit dan de nun-studie van toen. Is die nog? Ja, en die nonnen die rookten niet, hè, destijds. Oh, oké. Okay. Maar, nee. En dronken niet. Nee, die dronken ook niet. Maar hebben jullie die 100-jarigen met
Alzheimer-pathologie en goede cognitieve functies nog kunnen stratificeren naar schoolopleiding? Dat is een goede vraag. We hebben al die gegevens. Ik heb ze niet uit mijn hoofd te behandelen. Maar wat opvalt bij veel van die 100-jarigen... De mensen die wij selecteren dus alleen 100-jarigen die cognitief goed zijn. We gaan bij die mensen thuis. We doen over 2 dagen verdeeld neuropsychologische testen. En herhalen ze elk jaar als mogelijk. Een heel aantal van die mensen zijn echt goed opgeleid. Zijn hoog opgeleid. Ja. En dat is wel heel bijzonder. Ik herinner me een mevrouw uit Groningen die bij mij kwam, 103 jaar oud. En die zei, Scheld is leuk hoor, woensdagmiddag hartstikke leuk. Maar dit is wel mijn muziekmiddagje. En dan kan ik niet voor het huis waarin ik woon de cd'tjes branden, want mijn buurvrouw kan dat niet. Dus die stelde elke woensdag een muziekprogramma samen, brandde een cd'tje en dan leerden ze haar medebewoners wat Grieg en Strauss het zo hadden geschreven. Nou, toen dacht ik, ja, dat zijn echt mensen met, die zijn hoger opgeleid, erudiet. Aan de andere kant, Henneke van Andel had nauwelijks schoolopleiding. Ja, dus het is, het is betrekkelijk. Betrekkelijk. Alles is betrekkelijk. Oké. Die mevrouw gaat ontvangen. Niet. Het is grappig dat die niet stuk gaat. Ja, ik wil graag wat vragen. Ik ben onlangs bij een lezing geweest en dan spreek ik even van Erik Alexander Richter, biochemicus en klinisch psychoneuroimmunoloog, die beweerde, wij eten ons dement. Wat vinden jullie daarvan? Voedsel als boosdoener. Voedsel als boosdoener, ja. Okay. Geef de vraag. Ja. Nou, er loopt onderzoek vanuit de Landbouwuniversiteit in Wageningen bijvoorbeeld naar de invloed van voedsel op de cognitieve functies op latere leeftijd. Maar het is allemaal nog niet zo duidelijk. Er zijn allerlei hypotheses gedaan in de loop der tijd, waarbij zelfs het aluminium van de pannen in verband werd gebracht met dementering en nog allerlei andere factoren. Maar uiteindelijk is dat nog niet duidelijk. En misschien speelt voedsel wel een rol, hè? Met name een beschermende rol als we het hebben over die omega-3 en omega-6 vetzuren. Dus die visolie. Maar voedsel als oorzaak van dementering, dat betwijfel ik zelf. Ik denk misschien dat je zou kunnen denken dat bepaalde antioxidanten, dat die ook zouden kunnen beschermen. Ja. Maar het is allemaal nog maar de vraag, denk ik. Het is wel zo dat ik denk dat er is natuurlijk gezond voedsel en ongezond voedsel. En ik denk dat je wat je ziet is waar landen waar ongezond voedsel meer gegeten wordt. Zoals in Azië, waar vroeger heel strikt het echte Aziatische dieet, Japan, de sushi, de gezonde dingen, worden nu vervangen. De jeugd wordt dikker, want die eten veel meer McDonald's, et cetera. Dus waar je kan heel kort, waar McDonald's verschijnt, neemt over het algemeen de gezondheid af. En dat is, maar dat is meer reden om hoge bloeddruk, cholesterol en dat soort dingen te krijgen. Dus in het algemeen kun je die stelling wel, denk ik, verdedigen. Dat het, dat ongezond eten ook weer invloed zal hebben op misschien op dementie op latere leeftijd. Via overgewicht en diabetes misschien. Ja, dat zou zeker wel kunnen. Dat denk ik. Nino, laatste waarschijnlijk. Mag ik nog even een vraag? Oh, yeah. Heel kort een opmerking maken. Ja? Ja, ik blijk ook een geheugenafwijking te hebben. Kunt ik heb een selectief geheugenverlies. Je hebt selectief geheugenverlies. Ik heb selectief geheugenverlies. En ik denk toch niet dat ik daar iets aan ga doen. Het zal sociaal niet zo aanvaardbaar zijn, maar levensgeluk neemt wel toe. Ja. Met andere woorden, ik weet dat ik dingen ga vergeten, maar ja, het is dan maar zo. Kun je daar als wetenschapper en als arts, kun je daar genoegen mee nemen? Nee, het is selectief, dus hij bepaalt het zelf. Dus ja. Oké. Dan zat die meneer nog voor een vraag. Aan Philip Schelters, u gaat heel erg uit van de amyloïdhypothese. Dat is de kern van de ziekte. Ja. Maar er zijn ook alternatieve hypothesen. Ja. Hè, dat het heeft te maken met ontstekingen. Ja. Wat vindt u daarvan? Nou, ik ben niet de enige die ervan uitgaat. Hè. Laat het even duidelijk zijn. De heersende regel is nog steeds dat de amyloïdhypothese in ieder geval een groot deel van de problemen verklaart. Maar daarmee is niet gezegd dat ontsteking geen rol speelt. Hè? Dus we weten allemaal dat ontsteking, zeker in die hele amyloïde cascade, zelfs een essentiële rol speelt. Dus waarom
wordt er schade aan de hersencellen gedaan door amyloïd? Dat is omdat een ontstekingsproces een rol speelt. Vandaar dat in die onleesbare grote cirkel die u zag, daar zitten ook heel veel medicijnen die ingrijpen op het ontstekingssysteem. Dan hebben we het over inderdaad de microglia, dus de ontstekingscellen, om die te remmen. Want eigenlijk wat het lichaam zelf doet als reactie op dat chemische, op dat giftige amyloïd, is dat het een overshoot van immunologische narigheid erop afstuurt, waardoor eigenlijk de hersenen zichzelf beschadigen. Dus dat is niet het een of het ander. In die cascade zit een heleboel immuungerelateerde factoren ook. Ja, er is vanuit de epidemiologie ook wel nog een argument. Mensen met reumatoïde artritis die veel ontstekingsremmers gebruiken, vaak jarenlang, die hebben wat minder kans om een dementie van het Alzheimer type te ontwikkelen. En dat was weer aanleiding om later onderzoek te doen met specifieke ontstekingsremmers, NSAID's, om te kijken wat die zouden kunnen betekenen bij het voorkomen van de ziekte van Alzheimer of bij de behandeling van de ziekte van Alzheimer. Ja, toch, tot nu toe heeft dat onderzoek niet zo heel veel opgeleverd. Ja. Maar ik ben het helemaal eens met dat amyloïd zelf een ontstekingsreactie kan veroorzaken en dat die microgliacellen ook een rol spelen, ja. Tot slot, gezien de tijd. Het is 10 over, ongeveer. We gaan normaal tot 10 uur door, maar ach, ik doe iets langer. Veel mensen die hier zitten, ik ook, hebben kinderen. Ik ook. U ook. Wat kun je de gemiddelde 20-jarige zoon of dochter vertellen over de vraag, krijg ik ook Alzheimer, ja of nee? Met andere woorden, hoe ver kun je in de toekomst kijken? Want je schetst een beeld van eventuele screening via bloed, enzovoort, om er vroeg bij te zijn. Wat kun je daar als jong mens aan hoop aan ontleden? Want nu is het zo, Alzheimer gebeurt gewoon een keer, hè? Ja. Het gebeurt gewoon, het komt gewoon. Ja. Nou, ik heb over de screening al gezegd dat dat echt lange termijn denken is. Ik denk wel dat de 20-jarige van nu maakt zich geloof ik geen zorgen over Alzheimer. Nee, die zijn die met andere dingen bezig. Pensioen en zo. Ook niet. Maar je wilt het soms wel vertellen. Dat is natuurlijk het gros van de mensen die hier voor onze poli bezoekt, doet dat ook omdat ze hun vader, moeder, tante, oom hebben meegemaakt. En zeggen, ja, dat wil ik liever niet zo meemaken. Ik denk wel, als we zo doorgaan zoals we nu doorgaan en er wordt echt massaal nog veel meer geïnvesteerd en we gaan het onderzoek naar dementie Alzheimer doen op de schaal zoals we het met aan kanker hebben gedaan, gaan we succes afdwingen. Daar geloof ik heilig in. En gaan we voor de 20-jarigen van nu wel een betere toekomst bieden. Oké. Ik heb 2 kinderen van 20 in de 20 en ik adviseer ze om goed te studeren en veel te sporten, maar ze doen het niet altijd. Goed. Philip Scheltes en Willy Gareveld. Allebei hartelijk dank. En onze voorzitter, Ad Vingerhoets, gaat nog iets zeggen. Moet jij dit hebben? Alsjeblieft. Nou ja. Zo. Philip, hartelijk dank voor je schitterende verhaal. Willy ook, hartelijk dank voor je prachtige rol. Goede rol van aanjager van de discussie en goede vragen. We hebben een klein verrassingspakket. De enige risicofactor die niet op de dia stond. Ah, er zit onder andere een pen in. Oh, ja. Een hele zware pen. Hartelijk dank dat u er alle was in zo'n grote getale. Eigenlijk een hele mooie brug naar de volgende aflevering van het Science Café. We doen dat eigenlijk niet. Normaal gesproken 2 medische onderwerpen op een rij, maar nu kwam het toevallig zo uit. En waar gaat het de volgende keer over? Over het immuunsysteem. Dus we hebben dan professor Metea uit Radboud ziekenhuis, die 2 jaar geleden Spinoza-prijs heeft gewonnen. Een zeer vooraanstaand onderzoeker op dat gebied die ons bijpraat op de laatste ontwikkelingen op dat terrein. Hartelijk dank. Ik ben het helemaal met je eens. Ik zeg altijd van, er moet veel meer geld gepompt worden in het onderzoek van ten koste. Inderdaad, kanker mag wat minder, vind ik. Heb ik niet gezegd. Onderzoek of de ziekte? De verdeling van het geld. Oh, okay. De verdeling van het geld. Oké, het gaat je goed. Bedankt.